bij aflevering 36 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en zoals elke week weer met wijland luidjes. Ja, ik ben er gewoon in bij. Hè? De ene keer in een oversized green shirt en de volgende week sta je hier uh, in je pak. Ja, het is uh, een, een drukke periode, dus ik kom uh, rechtstreeks hier uh, rechtstreeks rechtstreeks naartoe bij de klant. Vandaan. En uh, ik ben niet de enige die netjes gekleed is. Nee, ik dus ben dus de enige. Ik, uh, ik ben underdressed. Uh, nou, vandaag. Ja, underdressed. Uh... Ja, met zo'n Satoshi Radio logo op je shirt dan, dan kan je nooit underdressed ja, zijn. Ja. <laughs> De uh, disclaimer: Alles wat wij vertellen is op uh, persoonlijke titel en moet niet worden gezien als beleggingsadvies. We zijn bereikbaar via Telegram en Twitter. De links vind je op www.satosiradio.nl. Uh, je kan ons ook steunen op Patreon, ook deze link vind je op de website. Um, we staan hier natuurlijk niet met z'n tweeën, want uh, ook vandaag hebben we weer een speciale gast in de studio, namelijk een expert uit de energiesector. Um, hij is blockchain lead uh, van Eneco en daarnaast consultant op het gebied van emerging technologies. Ik is zijn mentor van uh, start-ups bij de accelerator Rockstart. En uh, ja, we gaan vandaag in gesprek over innovaties in de, technolo of in de ik heb hier technologie sector, de energie sector. En uh, hoe blockchain daar een rol in kan spelen. Ik heb het over niemand minder dan Roelof Reineman. Welkom. Ja, dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn. Ja, nou, leuk dat je er bent. Ja, inderdaad. We staan hier netjes op tijd. Het wordt ook steeds lichter weer in de, in ja, de studio. Ja, we begonnen natuurlijk ook keer in het donker. En nu kijk naar buiten stralend blauw. Nou, geen duisterpraktijken meer. Nee, ja, dat werd het wel op een gegeven moment. Je zag ook in de video, zag je langzaam zeg maar, dat het donkerder worden in de, in de, in de studio. Um, ja, hoe was jouw dag? Daar beginnen we altijd mee. Ja, gewoon relaxed. Ja. Aan het werk geweest of? Uh, ja. Hoe ziet zo'n dag eruit? Want ben je voor, vandaag voor eco aan het werk geweest, voor jezelf? Wat, uh... Uh, vandaag Eneco. Uh, ik sta doorgaans om 6 uur op. Ja. En dan ben ik uh, mooi op tijd in Rotterdam. Ja. Dan gaan we los. Ja, het is zes uur. Dan ja, uh, draai ik me uh, nog een keer om over het algemeen. Dat mij ook lastig. Laatst zei je, ik moet even ook wat verder met de auto. Dus de, de wekker gaat wel vroeger. En dat is toch wel even wennen. Maar, maar dan, dan, daarna heb je vandaag zijn er specifieke leuke dingen uh, blockchain gerelateerd waar je dan mee bezig houdt? Of is dat... Uh... Um, ook andere dingen. Vandaag was meer een, een warmte eigenlijk, zeg maar. Ja. Uh, naast blockchain ben ik ook met uh, de warmte en koude kant van een eco bezig. Oké. Okay. Uh, ja, dat moet ook gebeuren. De, want de warmte en koude kant, kijk bijna. Ja, ja, weet jij Nee, het uh, warmte en koude bij Eneco is uh, de afdeling die van de stadvorming is. Ja. Oh. Dus de, de warmtenetten van eco. Um, ja, ik zeg op geen blockchain is leuk, maar uh, als je daar geen energiematerie tegenaan kan hangen, dan ja, is het alleen maar uh, IT. Ja. En vanuit energie moet je er toch wat, uh, wat tegenaan kunnen plaatsen zo. Ja, maar okay. dat is misschien wel. Hoe kijk jij aan tegen het hele. Het, ja, je hoort van natuurlijk uh, vaak dat uh, blockchain-initiatieven zoals de Bitcoin. veel energie verbruiken. Nou ja, je, je werkt natuurlijk bij een eco. Hoe kijk jij daar tegenaan? V je, is dat een reëel probleem? Of zeg jij van. ja, hè, de, de energiebehoefte en de energievoorziening. dat is prima op kracht gestemd? Of wat vind, je, wat vind jij ervan? Um, voor Bitcoin denk ik. Uh, yeah. Vanuit energie bekeken is Bitcoin een heel ander beest dan, dan de energiewereld. Uh, daar zit een bepaalde behoefte in. En op dat veel of weinig energie kost, ik heb het niet bekeken nog. Nou ja, is, um, hè, we, we hebben een collega, Alex de Vries, en die heeft dan een uh, eigen website. En die zegt naar nou, ongeveer 60% van Nederland, mm -hmm. om erbij eh, van, da, van het uh, energieverbruik, als je dat wereldwijd zou trekken, dat is dan het Bitcoin-netwerk. Dus even energie mm -hmm. als Oostenrijk. Vind, ja, maar. ik heb een hoop uh, rapporten gelezen mm -hmm. en ook die dat. Van Alex in twijfel trek ook weer. Uh, ik weet niet waar de waarheid ligt. Ja, dat is waar. Um, wat ik wel denk, op een gegeven moment, als je uh, met blockchain-technologie op energiebasis bezig gaat. en het zou net zoveel energie kosten als Bitcoin. om een energietransactie uh, te gaan doen, wij spreken, dan gaat het niet gebeuren. Als jij één kilowattuur aan energie zou willen verkopen. en het kost je de tien om dat te doen, dan, dan gaat er iets fout. Ja, vanuit, vanuit dat business model is dat ook lastig, lastig te verkopen. Ja, mm. ja. ja. Makes sense. Ja, nee, ja ik, ik, ik klap er direct lekker in. Uh, uh, met, met natuurlijk de uh, vraag die vaak gesteld wordt, zeker als het over energie uh, mm -hmm. gaat. Maar we hebben gelukkig ook nog wat om er even in te komen, wat, uh, wat luchtigere stellingen. Gelukkig. Um, so, <laughs> <ja>. <laughs> uh, later, later gaan ik we weer, uh, weer met gestrekt benen in. Uh, Satoshi of Vitalik? Uh, Vitalik? Vitalik. Een windmolen of een zonnepaneel? Een zonnepaneel. Off the grid of on the grid? On the grid. Techno of drum en bass? <laughs> uh, drum en bass. Uh, peer to peer of via centrale partijen? Peer to peer. BMW of een Tesla? Tesla. Zou je er nog eentje verder naar willen toelichten? Ja. Ik zeg van dat vind ik leuk om even iets op uit te wijden? Um, ja, misschien Satoshi vertel ik. Uh, ik denk dat uh, vertel ik met Ethereum gewoon dichterbij de dingen staat waar ik mezelf uh, druk om maak. Ik vind Satoshi een leuk begin geweest met, met Bitcoin natuurlijk, maar dat blijft voor mij ook nog een beetje de, de financiële wereld. Um, ja, en dan ben ik op een gegeven moment dat Vitalik dichter bij mij staat ook. Heeft dat te maken met die smart contracts uh, oplossing of waarom? Ja. Oké, okay, ja, 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 ja. Omdat je daar meer business mogelijkheden ziet. Denk ik. Ja, ja, precies. Ja. Ja, nee, dat, dat, daaraan, daarom stellen we die, die vraag. Ik denk mm -hmm. dat we voor beide beide kan je ook, natuurlijk bij pioniers noemen, denk mm -hmm. ik, in, die, in de crypto wereld, op een eigen manier ook. Mm -hmm natuurlijk ook beide wel markante karakters. De een omdat niemand weet wie het is en de ander omdat het gewoon een markant karakter is, <laughs> natuurlijk. Nee. Uh, wat zou er gebeurd zijn als het je niet was geweest? Ja, had ik dan later opgestaan of helemaal niet? Ja dat, ja, dat zullen we nooit kunnen zeggen. Dat, nee. Uh, nee. Nee. dat kunnen we niet zeggen. Hij is slim, slim zat, maar um, of hij dan dit had verzonnen, dat wel weet ik niet. Want het is nee. duidelijk dat hij het op Bitcoin geïnspireerd is ja, ja, precies, geïnspireerd is geraakt. Um, wij vroegen je natuurlijk ook net uh, of the grid of on the grid. En jij zegt hmm. on the grid. Hè? Als ik ja. het even goed, uh, goed herhaal. Ja. Waarom? Um, ja, de utopische droom voor heel veel mensen is van... ...ik ah, wil lekker off grid gaan met je huis. Uh, het grote nadeel daarvan is dat jij investering moet doen... Op ...om een installatie te krijgen die jou in alle momenten kan voorzien. Ja. En uh, op het moment dat jij on the grid kan... ...heb jij een soort fallback over het collectief... Ja. Daarmee kun je met veel uh, lage investeringen gewoon het totale net in stand houden. Ja, en ik zit ook te denken: van als je off-the-grid gaat, hè, dus dat betekent dat je dus van het de de decentrale of het centrale netwerk afgaat qua stroom. Ja. ja, je moet je dan wel investeren op je piekbelasting ook natuurlijk. Hè? Mm -hmm. Want ja, dat is doorgaans, uh, als je dat nodig hebt en uh, alles slaat aan in s'avonds weer internet en televisie ja. kijken. Ja, dan mm -hmm. moet je dus wel op inschalen. Dus ja, nou, het ja, is natuurlijk dus stroom... een beetje een hype hè, dat de off-the-grid gaan. Ja. ja, je moet stroom opwekken en je moet ja. het kunnen bewaren. Want in principe, jij, jij hebt waarschijnlijk geen kolencentrale thuis. <laughs> nee, of een kerncentrale <laughs> thuis. Nee, maar dat zijn natuurlijk, hè, die staan daarom bekend dat je bij kan schalen wanneer het nodig is. En een zonnepaneel of een, een windmolen of iets in die richting, ja, dat, dat werkt s'nachts minder. Mm -hmm. um, of een uh, windmolen in bepaalde situaties zonder stroom of zonder, zonder wind werkt dat niet. Dus dan moet je natuurlijk op het moment dat die dingen wel vol staan te draaien, moet je het kunnen opslaan. Dus dan zit je toch naar een soort van batterijoplossing te hmm. kijken. En dat kost een hoop geld. Dus eigenlijk nog is het... Wel. Ja, nog wel, inderdaad. Ja, ja zeker. Ja, wat kost het eigenlijk als je een gemiddeld um, uh, gezin uh, zelfvoorzienend wil maken, wat dat betreft? Oeh, doe ik niet eens, hè? Hoeveel, hoeveel nog, zonnepanelen zou je dan op je dak moeten... moeten ik weet hangen. niet eens of zonnepanelen op een, op, een, op een dak voldoende zijn voor je behoefte, dat weet nee. ik niet. Of je toch. Af, of je nog steeds af moet nemen op die ja. piekmomenten. Nou, het gemiddeld huishouden, daar uh, zit wat meer in. Je hebt, uh, weet ik veel, een 3.000, 3.500 kilowattuur op jaarbasis en een 1.500 kub aan gas. Dus als jij met uh, 12, 14 panelen, nou dan kom je nog niet. Als je zegt 18 zonnepanelen, dan zou je de totale elektriciteitsvraag af kunnen dekken. Maar dan heb je nog niet je warmtevraag ingevuld gewild nodig. Nee. Dus ja, moet je hebt ook gasbehoefte. En ja. Ja. Nou, dan kun je een warmtepomp nemen, dan moet je dat ook weer elektrisch opwekken nog weer. Ja. Nou, doe eens gek, maak daar... Uh, Bijna 30 panelen van of zo. Heb je flink dak nodig op het zuiden? Ja. ja. En, ja storage. En, en een flinke batterij, inderdaad. Ik weet niet, uh, je hebt natuurlijk die Tesla's, uh, die Tesla ja, batterij die ze nu. Uh, mm -hmm. uh, ik weet niet of voor mij verkopen ze die al, maar Geen idee? Dat, dat is een beetje um, nou ja, het idee om thuis zo'n zo'n grote batterij mm -hmm. te hangen. Maar ik weet ook niet precies hoeveel dat is. En of dat genoeg is om, om s'nachts alle wasmachines, drogers en, en, mm -hmm. uh, en de rest tegelijkertijd aan te, aan te knallen. Ja, maar dan heb je op een gegeven moment nog de capaciteit van die batterij hoeveel stroom kunnen opslaan. Dus ja. uh, 7.000 euro geloof ik op een gegeven moment wat voor ding ik heb het niet dat hoofd. Dan heb je 7 of 14 kilowattuur aan, aan stroom kunnen opslaan. Maar stel op in de winter, als jij niet zelf een windturbine op je dak hebt, dan komt er weinig zon binnen. Ja. En als dat niet genoeg is om s'avonds dan het licht aan te hebben en al die andere apparaten aan te hebben, dan wordt dat super krap. Nou ja, ja dat, dat, het is dus inderdaad meer een utopische droom dan mm -hmm. dat het op dit moment haalbaar is. Maar het is op, aan de andere kant ook weer mooi dat mensen daar alvast mm -hmm. naar kijken Tuurlijk. en, en uh, daarmee bezig zijn om, om zelfvoorzienend te zijn op die, op die manier. Ik mm -hmm. denk dat we daar straks nog wel verder op, uh, op ja, terugkomen. Ja, dat is wel de bedoeling, toch? Ja. Mm -hmm. uh, ja, want waar gaan we het over hebben? Nou, we hebben natuurlijk weer het nieuws van de week, uh, de marktupdate. Uh, en daarna gaan we het met Roelof hebben over de decentralisatie van de energiemarkt. Um, ja, Wijnand, ik zie dat je ondertussen alweer je aluminium hoedje op hebt gezet. Want er is weer wat rondom hacks, exchanges, daar is er wat nieuws over. Ja, meer mij. updates. Hè? Dus de laatste ja. tijd hebben we natuurlijk genoeg behandeld van Cryptopia tot uh, oh. Quadrica CX. Um, nou, vorige week uitgebreid over gehad natuurlijk. Hè? Dus die Gary Cotton, die, uh, de vermeende, een van de founders. Um, ja, die is dus schijnbaar overleden in, in India. En het is heel vervelend, want hij was de, de enige die de private keys had van alle Cold Wallets. En op de Cold Wallet staat. Alle, hè, de bedoeling dat alle funds van alle users, dus mensen die gebruik maakten van de exchange, die stonden daar veilig uh, weggezet. Uh, maar goed, als de, de private key niet meer uh, te benaderen is. Of gewoon misschien wel voor eeuwig weg is, ja, dat betekent ook dat die funds locked zijn. Uh, nou, we hebben vorige keer uitge, uitgebreid behandeld hè, dat het nog niet zo 1, 2, 3 is dat het uh, echt allemaal clean business was. Je ziet op het internet steeds meer, en ik zie nu op Reddit, et cetera, mensen echt op zoek gaan: waar zijn dan die cold wallets? Want uh, doorgaans ja, maak je wel bekend waar alles staat en dit is gewoon niet te vinden. Mm -hmm. En Het begint steeds gekker te worden dat heel veel transacties van die hot wallets wel traceerbaar zijn naar Bitfinex of Kraken of andere grote exchanges en in grote hoeveelheden. Um, ja, het, het is gewoon nog niet duidelijk, maar wat wel opvallend is, is dus dat ze ook uh, vorige week een foutje hebben gemaakt van een van hun hot wallets. Hebben ze dus nogmaals een keer 100 bitcoins naar een vermeende hot... of naar een cold wallet gestuurd... waarvan ze de key kwijt zijn. He, dus, of <laughs> dat is, zouden zijn. Of zouden zijn inderdaad. He. Dus dat is heel vreemd. Het is, is speelt al twee maanden... is die meneer dood. Uh, vorige maand kwamen ze naar buiten... met de publicatie van... nou, we kunnen er niet meer bij. En dan vorige week een fout maken... waarbij je dus nogmaals... 100 bitcoins te waarde van 3 ton... Naar een, naar een wallet stuurt. 350 zelfs, dus in dollars. Uh, ja, de, die je niet yeah. meer bij kunt. Ja, dat is natuurlijk... Dat is natuurlijk ja, het, het, geen idee wat daar gaande is, maar dat, <laughs> dus, dit is nu niet iets wat volgens bepaalde policies of procedures aan het werk is. En je zou zeggen, kijk, als, op het moment als je nou onder een hek, uh, je, bent, uh, je wordt gehackt en je moet emergency dingen doen, dan kun je fout maken. Maar dit is al heel lang aan de gang. Dus waarom nu opeens nog zo'n fout wordt gemaakt, is natuurlijk ook extreem knullig. Dus mm -hmm. het lijkt wel of er gewoon nog geen normale backup personeel is die verstand van zaken heeft om dit soort transacties te doen. Het, het is echt heel vreemd. En ook deze transactie en deze wallets waren al ook opgemerkt in dat onderzoek de vorige keer met juist die gekke connecties naar andere exchanges. Maar ja goed, ik, ik blijf het gewoon op. En ik, ik heb ook in ons channel heb ik, heb ik daar zo nu echt de, de Telegram groep van deze jongen die, of deze meneer die het onderzoek doet. En het is gewoon heel interessant om te kijken wat hij aan de boven haalt. wat heeft, wat heeft Ernst Young hiermee te maken? Want dat zie ik er ook in het nood staan. Ja, zij scheen, gaan zorgen, als, volgens mij moeten zij het proces begeleiden. En ook straks, hè, als het wordt uit, uitgesproken... hoe gaan ze dan afwikkelen, wie wat krijgt, et cetera. Dus echt gewoon de, de afhandeling daarvan. Ja. En dat is de, ook de enige rol van ze. Hè. Ze ja. hebben dus geen actieve bijdrage waar de funds heen gaan. Maar in principe, movements van funds... moeten wel afgestemd zijn met de partij als Ernst Young. Ja, precies, ook pas aangehaakt toen naar het bekend werd, toch? Ja, dat niet ja. Is, uh, ja. Ja, ja, dus volgens mij zijn ze pas een week of, of misschien twee weken echt actief. Want daarvoor was het niet bekendgemaakt dat het kwijt was. En daarna zijn ze inderdaad benaderd. Ja, ja. En dat is volgens mij de enige rol. Dus ze hebben niet een actieve handeling in transfer of, of uh, zoeken naar de, de private key bijvoorbeeld. Nee. Dat kan ook niet. Ja, ik denk dat dit soort discussies of onderwerpen juist gewoon koren op de molen zijn van bedrijven die, dat, uh, hoe het, uh, die services aan gaan bieden vanuit uh, banken bijvoorbeeld of uh, Coinbase-achtige structuren. Toch? Ja, en ik denk qua technisch is het natuurlijk al lang mogelijk... Hè? want de technologie is daar. Maar juist hè, die, dus die procedures daaromheen... Mm -hmm. ja, die zijn misschien wel belangrijker dan ooit. Want in het centrale banksysteem heb je fallbacks... je doet backups, correcties. Ja, je hebt altijd wel een manier... of je logt even in op je database en je fixt het. Mm -hmm. Ja, het wordt nog belangrijker... want bij een normale banktransactie... kan je in het netwerk van banken... Uh, ja, want het zijn er vertrouwde partners absoluut niet, gezien niet zo heel veel natuurlijk... Ja, kan je nog wel wat terugkrijgen van elkaar? Het is toch een soort netwerk of een enigszins van vertrouwen ja. waar je bij inwerkt als bank. Als ik per ongeluk iets naar de ABN stuur, nou ja, met een beetje geluk en wat moeite, kan ik het terugkrijgen als ik aangeef dat de foute transactie was. Ja, hier is het weg en dat, dat is het hele probleem. Dus je moet nog aan de voorkant nog strenger zijn, nog meer controles en checks en balances inbouwen. Om dit, dus te, dit soort dingen te voorkomen. Ja, en scenario's gaan uitdenken: ja, hoe acteer ik als er een hack is? Hoe acteer ik dus als er iemand inderdaad doodgaat? Hoe ga, ga ik als ik een key kwijtraak? Ja. Waar zet ik mijn funds waar? Met welke thresholds? Dus welk risico ben ik bereid te nemen? En welk kan ik dragen? Ja, dat is hier gewoon compleet misgegaan, dat is duidelijk. Ja, en dan nog een keer, dat is, dat is het hele... Ja, en het is nog steeds de vraag, hebben ze die, die 100 plus miljoen... hebben ze die überhaupt ooit gehad? En is dit niet een soort, uh, ja, is daar niet iets chemisch aan de hand? Hè? Dat, mm -hmm. Het onderzoek ja. en alles wat daar naar voren komt... spreekt eigenlijk geen één keer in het voordeel van de exchange. Nu is natuurlijk, als, een, als iemand daar nieuws brengt... is hij misschien ook alleen naar op dat op zoek, hè? natuurlijk... Maar als je analyses, doen, analyses doet in publiceert, zo ook hoe je het hebt gedaan, het is altijd in de richting van: die klopt iets niet. Dat is natuurlijk wel oh, jammer. Hm. Uh, ja, goed, volgende week waarschijnlijk gewoon weer uh, hierdoor. Dat uh, geloof ik best, want ik zie ook dat je, als we dan toch uh, met de hacks bezig zijn. Oh, die Cryptopia. Uh, ja, ja die is die, die we begin van het jaar waren, die voor 16 miljoen aan tokens gehackt Ja. Uh, die zijn direct op slot gegaan. In Nieuw-Zeeland is dit. En uh, de politie heeft daar weer uh, toestemming gegeven dat ze eigenlijk open mogen en uh, resume trading activities, is wat er stond. Ze zijn nog niet open. Hm. Uh, ze hebben volgens mij ook nog steeds niks bekendgemaakt... over eventuele daders of dat ze funds terug hebben. De, de, de helft van die funds staan natuurlijk bij een Binance of andere. Dat hebben ze proberen wit te wassen daar ook. Um, ja, het, het was, ik vond het gewoon meer een opvallend bericht van... oké, okay, het is eigenlijk nog helemaal niks duidelijk... maar ze mogen er aan de gang. Maar wie het gaat, een een gaat daar nu het nog weten? Als, 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 Ja, precies. Een soort, hm. weet ik veel, als jij... Pretpark heb of zo. En daar, daar is gewoon een, 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 noem je dat, een achtbaan... gewoon compleet ontspoord. Ja, je hebt geen uh, idee uh, hoe helemaal, dat is gebeurd. Helemaal, helemaal verrot. En uh, karretjes die vlogen daar, uh, daar door de lucht heen. Een week later. Mensen kunnen vanuit de afstand nog zien dat, dat die achtbaan nog steeds kapot is. Maar ja, we gaan, ja, we gaan weer open hem en ja. kom, maar, kom maar langs, dames en, en heren. En dit was natuurlijk zo vreemd omdat je dagenlang en zelfs de week daarna nog steeds die van die wallets gewoon geld zag weggaan. Dus Loopt is nog steeds trouwens. Hebben ze andere wallets? Nee, dat, volgens mij. Ik heb niet gezien dat er nog een movement was. Maar het wil niet zeggen dat het niet geweest is. Maar het is natuurlijk, ja, die zijn ook duidelijk niet in controle. Dus we hebben al twee grote exchanges, relatief vergroot. Mm -hmm. Die duidelijk technisch een exchange kunnen bouwen. Maar qua compliance en hoe beheers je dat nou? En zeker omdat we geld ook nog eens enorme bedragen van andere mensen hebben. als kusten die eigenlijk wat je ja. net zegt. Mm -hmm. Ja, die, die hebben daar niet over nagedacht voldoende. Nee, nou ja, dat blijkt. Kijk, weet je wat dat natuurlijk ook een beetje. Is, het is, het, het hackersgezegde is ook: uh, je moet je niet voorbereiden op of je gehackt wordt. Maar wanneer je gehackt wordt. Want dat, dat is een beetje wat, wat er natuurlijk speelt. Je hebt natuurlijk tussen hackers, tussen de aanvallers en de verdedigers, de grote bedrijven. Het is natuurlijk een bepaalde asymmetrie, zeg maar. Als, als bedrijf moet je het overal tegen verdedigen. En weet je niet waar ze aangevallen. Als hacker hoef je maar één. Uh, weakness te vinden in, in die defense en dan kan je naar binnen. Um, dus dat, ja, dat, dat is natuurlijk altijd, altijd lastig. Maar je Age. ziet hier dan, als het wat je, precies wat jij zegt, als het dan fout gaat... dan moet je dus wel een, een backup plan hebben, een fallback plan. Wat ga ik doen? Ja, en dat is niet nogmaals 100 bitcoin overmaken. Nou, ja, ja, dat ja, was echt... mega stom. En ze, en ze geven ook geen openheid waarom dit gebeurt, et cetera. Dus ja, iedereen kan het zien dat het gebeurt. Ja, ja, ja je moet dan wachten tot er een uh, announcement komt... die dan maar nog, dat in ieder geval nog niet is geweest. Uh, maar waarschijnlijk mogen ze ook gewoon geen uitspraken doen in het lopend onderzoek. Uh, ja. Ik denk dat dat ook enigszins uh, meespeelt. Zou goed kunnen. Nou, we gaan het in, ja. uh, in de gaten houden. En dan gaan we van de oude wereld of de, van de nieuwe wereld eigenlijk naar de oude. Want vandaag is bekend ge geworden dat JP Morgan zijn eigen crypto coin uh, gaat, uh, gaat starten. Nou ja, uh, voor de mensen die het niet weten, JP Morgan Chase is het inmiddels trouwens, een van de grootste banken ter wereld. Uh, volgens mij 109 miljard omzet afgelopen jaar. Uh, en ze hebben daar een CEO, dat is natuurlijk waar heel de bitcoin-cryptocurrency-wereld uh, op los gaat. Uh, die heet Jamie Dimon en die is CEO daar sinds 2005, dus ook al een, een tijdje. Uh, en die heeft zich meerdere malen al negatief uitgelaten over uh, bitcoin specifiek. Hij heeft bijvoorbeeld gezegd dat bitcoin uh, is een fraud. Dus dat is eigenlijk een, uh, ja, nou ja, een fraud, wat is dat? Oplichting, uh, trap er niet in, dat is een mm -hmm. beetje het uh, uh, vrij vertaald. Uh, maar die zijn nu naar buiten gekomen... dat ze dus ja, een, een coin gaan maken. Nou, ik lees dat het een stablecoin zou moeten worden. Ik vind die vergelijking een beetje mank gaan... omdat het natuurlijk over een private blockchain gaat. Ja. Hè? Dus ja, dan is alles een stablecoin... Uh, als, als die partijen daar niet actief mee handelen. Het is dus niet zoals Tether of USDC... of een van die andere publiek verhandelbare coins... waar het veel lastiger is om die waarde stabiel te houden. Het is echt een permission blockchain... En um, ja, ze zeggen dat ze dat gaan gebruiken voor uh, internationale payments. Dat gaat nu nog veel via SWIFT, uh, Securities transaction, treasury services staat hier. Eigenlijk alles wat uh, internationaal is, uh, internationale waardetransacties zou je het eigenlijk kunnen noemen. Want dat gaat nu nog heel langzaam, verschillende tijdzones. Uh, de settlements duren lang, kan wel dagen duren. En dit zou dan nu instant zijn. Zijn ze ook lid van uh, Ripple ook? Want dat klinkt een beetje die kant op te... De... Ja, dat klinkt wel. Ja, ik denk het niet. Anders gaan ze hier niet uh, vol op los. Ik kan wel ja. eens kijken. Um, ja, goeie vraag. Mm. Nee, ik dacht ook inderdaad aan het Ripple. Daar wordt natuurlijk altijd van gezegd... dat dat uh, de, de Swift-killer zou moeten zijn. Nou, in ieder geval voor interbanker uh, ja. settlements... Ja. Ja. zou mm -hmm. moeten zorgen. En het lijkt eigenlijk dat ze dat nu zelf oplopen met de GPM-coin. En het is gebouwd op uh, Quorum. Ja. De privé-oplossing uh, van Ethereum... Mm -hmm. En ja, ik las dat ze ook uh, enigszins uh, makkelijk dat de partners zouden op kunnen aansluiten. En, ja, en als je kijkt natuurlijk aan het traditionele systeem, is dat hè, wel redelijk traag en, en duur. En gaat er nog wel verschillen en is in die settlement, hè, dus die back-office, die dus ja. uiteindelijk moet zorgen dat alles ja. weer in de boeken klopt. En dus ik verkoop je iets voor een bepaalde prijs. Ik moet het juist naar jou sturen. Ik moet het juiste geld krijgen. Ja, daar zitten hele dure en handmatige processen achter. Ja, want, want misschien is dat goed. Ja, ik bedoel, ik ben ook voor de rest geen bank-expert... maar ik weet er enigszins iets van hoe het aan de achterkant uh, eruit ziet. Dus in de, in, inderdaad de back-end-systemen uh, back van zo'n bank. Ja, dat is allemaal niet zo heel snel en niet zo heel wendbaar. Um, dus wat er eigenlijk gebeurt... en, en daarom is het dus zo, als ik jou geld overmaak naar een andere bank... zeker met het weekend ertussen... kan dat best wel eens duren voordat je het op je rekening hebt. dan komt het dat dat allemaal bij elkaar opgeteld wordt... En dan s'avonds worden die grote bedragen met hè, die uh, een bank nog open heeft staan tegenover een andere bank worden verrekend. En dan wordt er in één keer een één transactie gedaan, eigenlijk van dat geld wat open staat. Hm. Um, dus eigenlijk bijna en ik had het er net over. En toen, toen bedacht ik me opeens: eigenlijk, we hebben het natuurlijk altijd over, over bitcoin en, en de scalability van bitcoin. En dat dat de huidige systeem zoveel sneller is. En, en de visa-snelheden van 25.000 transacties per seconde. Eigenlijk heeft gewoon de normale Fiat-wereld één blok per dag. Ja, de nachtverwerking. De nachtverwerking he? die dan draait inderdaad, en dan gaat pas echt geld heen en mm. weer, en alles wat er bovenop gebouwd is, zijn eigenlijk, nou ja, noem het layer Light. 2 solutions ja, bijna. Beetje lightning. Ja. Yeah. Nou, inderdaad. <laughs> ja, ja. Bijvoorbeeld, um, je hebt het met, met de betaalverzoeken die, uh, die de afgelopen mm. tijd zijn geïntroduceerd. Wat daar gebeurt als wij bij verschillende banken zitten? Uh, wij dan maakt een betaalverzoek met bijvoorbeeld ABN. Ik, krijg dat binnen op mijn ING-app. Ik maak het over en daar is nu tussen die banken afgesproken... dat Wijnand dat dan direct te zien krijgt. Hm. Maar wat er eigenlijk gebeurt, is dat de ING alvast wat van mijn saldo afhaalt. Hm. De ABN die schiet datzelfde beetje al voor bij Wijnand. En in de nachtverwerking gaat dat geld echt van ING naar ABN. Als er meer transacties die kant op gaan, zeg maar. Anders natuurlijk andersom. Dus dat, ja, ja, dat klinkt efficiënt. Ja, dat is hoe het nu werkt. Ja. En dat is ook het meest efficiënt. Want als je al die dingen echt tussen die banken moet gaan uitwisselen, dat, dat werkt helemaal niet. Hm. Maar eigenlijk is het dus één groot blok. Met een bloktuin van 24 uur. Ja. En dan is er weer een nieuwe. En GP Morgan wil nu dus hè, met die tokens die ze hebben gecreëerd. Ja. Met die coins. Die, die directe settlements mogelijk maken. Hè? Dus ja. eigenlijk die, die nacht of die één blok per dag. Als je, mm -hmm. dat, die, als je dat dan zo als vergelijking ophaalt. Hè? dus Zij willen eigenlijk gewoon van wij handelen de settlement is automatisch... en dat is nu ook transparant... het is leidbaar... het is niet allemaal ingewikkelde... oude database... die door elkaar aansluiten. De ja, infrastructuur het, is hetzelfde. Maar het is wel met een token... en niet met ja. het echte geld. Tussen ja, dus de fin echte financiële settlement... moet daar buiten omheen gebeuren. Want ja, met die tokens is uh, leuk... maar ik weet niet eens... planstechnisch hoe dit werkt. Hoe zet je die dingen op de balans? Ja. Geen idee. Dus dat zijn nog best wel wat vragen. Maar het is natuurlijk wel grappig... om te zien dat zo'n hater... even tussen haakjes... Ja. iemand die met dat soort statements... naar buiten komt... eigenlijk nu dan... Waarschijnlijk misschien van je de andere hoek, van je de andere managementlaag. toch Dit, dit gaan we doen en ja. dat toch accepteert. Beter, hey. dan, beter dan bitcoin. Huh? <laughs> ik weet niet of hij dat durft te zeggen. Waarschijnlijk zegt hij dat wel. <laughs> ja, in, in zijn defense hij heeft natuurlijk gezegd dat bitcoin een fraud is. En niet per se dat crypto ja, okay. uh, technologie een, een, een fraud hmm. is. Um, ja kijk, weet je, Ik weet ook niet of dit gaat werken. Decentraal is het niet. Nee. Dat, dat is al dat duidelijk. Niet. Um, en dit is een beetje die discussie die we een paar weken geleden met Hidde uh, gehad hebben over, over blockchains in, in de pensioenen. Ja, weet je, moet je dit wel een blockchain of een cryptocurrency noemen? Moet je dit niet gewoon, weet ik veel, een, 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 een netwerktoken noemen ofzo? of zo? Of uh, hoe noem je dat? Een, uh, als ja, een, een aantal protocol bedrijven... of zo? Huh? Ja, een protocol of. Ja. ja, maar gewoon in ieder geval niet blockchain. En, en niet decentraal en geen cryptocurrency, want dat is het eigenlijk niet. Meer gewoon een, een middel om, om waarde over te dragen, zeg maar, tussen een aantal aangesloten partijen en daardoor die settlements um, ja, efficiënter te kunnen maken. Ja, ze pakken gewoon bepaalde elementen wat ze wel aanstaat en bepaalde elementen wat ze niet ja, aanstaat. Ja, ze eraf. Mm -hmm. En die oplossing proberen ze te doen, waardoor dat, denk ik, voor een business case, hè? dus als je daar gewoon geld kunt besparen. Ja. Ja, dan ben je eigenlijk stom dat je op de oude manier doorgaat. En dat het in de ogen dan niet een perfecte crypto... Ja, we hebben de bitcoin, hè? dat is dan vanuit maximalisme... Ja, dan kun je dat aanhouden, kun je ja. alles vinden, prima, dat is er. Maar voor bedrijven is dit misschien wel een oplossing. Ik ja. ben wel benieuwd of het gaat... Is het al live, weet je dat? Of is het meer nee, een idee? Nee, dat zou het nog een aantal maanden moeten duren, volgens mij. Volgens een nieuwsartikel. Hm. Nou, dan maar zien of het echt van de grond komt dan. Maar nou, het is wel grappig, hè. Want je gaat natuurlijk um, binnenkort ook die instant payments tussen banken krijgen... Uh, of in ieder geval, dat hebben ze zelf uh, aangekondigd. En uh, als we dan wat overmaken, ongeacht het tijdstip, feestdag of niet, vakantie of niet, weekend of niet, dan moet dat binnen, jij zei vijf seconden voor ja, mij, mij, vijf of zeven seconden of zo. Bij is, de uh, ander op de rekening staan. Mm. Ja, never, nooit niet dat, dat, dat die geldstroom echt van mijn bank A naar jouw bank B gaat. Dat nee, gaat, want dat gaat, dus gaat niet nog over dezelfde infrastructuur. Hè? Dus als Precies. we het over elektriciteit gaan hebben en groene stroom, maar als dat, die infrastructuur is hetzelfde. Alleen de producten die eroverheen gaan maar zijn het, iets anders. Maar ja. Ja, maar je kan, je kan gewoonweg niet binnen zeven seconden iets uit de backend van de ene bank in en de backend van de andere nee. bank krijgen. Um, Nog niet, nee. Nee, ja, niet, 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 niet met de infrastructuur bij die banken zoals die staat. Dus wat daar ook gaat gebeuren, dat is, bank A zegt en bank B zegt, nou wij vertrouwen elkaar wel ongeveer. Wij gaan gewoon eigenlijk een rekening bij elkaar openen en dat wordt alsnog gewoon s'nachts. Dus zet ja, eigenlijk dat, weer zo'n lightning op wetlossing. Precies, toch? dus dat is het. Is, hm. Ik vond het wel eigenlijk wel een openbaring toen we dat erover hebben: dat dat huidige systeem eigenlijk net zo traag, zo niet nog trager is als blockchain. Maar dat ze daar een heel mooi, snel uh, second layer mm -hmm. laag over gebouwd uh, hebben. Met NFC erop, met, met instant payments, met betaalverzoeken. Maar dat wordt. Uiteindelijk allemaal administratief netjes weggewerkt. Snachts um, in, in, in de batchverwerking. Uh, ja, ik vond dat ik had, het, ik had die vergelijking nog nooit gehoord. Dus ik was trots dat we daar samen met, uh, mee. Uh, Waarschijnlijk mee is Google het hele internet te vol. Weet je, de 20 redden thread. Nee, nee, dit, uh, dit, dit is een uh, first, dat uh, durf <laughs> ik wel te zeggen. Um, nou, want het wordt altijd vergeleken met Visa. En dat het hmm. huidige systeem zoveel sneller is. Maar als ik erover nadenk, is dat eigenlijk ja, helemaal het is niet zo. Het blok met helft transacties. Ja, de laagste bovenop is, met, is hmm? maar één schakel aan de hele keten toch ook weer. Dat dus al die banken die weer omheen hangen weer. Ja, precies. Nou ja, precies. En, en dat zijn dus, ze hebben er van allemaal infrastructuur hmm. opgebouwd en die is heel snel. Maar uiteindelijk het echt verwerken van die payments en het op de juiste bankrekening krijgen, dat is gewoon een heel langzaam moeilijk proces. En duur, dat blijkt, en want dat duur. is een van de redenen die, die ze zelf aanhalen. Dat kosten perspectief, mm. uh, dat dat interessant is. Ja, uh, dus nah, dat waren de banken. Wat hebben we nog meer voor uh, oude reuzen? Nou ja, de, de pensioenenwereld. Uh, ja, dat is ook een first. Hè? Dat, uh, dat, dat, dat kwam ook deze week naar buiten. Ja, dat is een, uh, de Morgan Creek Capital, die kwam naar buiten. En dat wordt geleid door Anthony Pompliano. Ik hoop ja. dat ik dat goed zeg. Pomp, kan je hem ook wel noemen. Ja, dat, dat is, is een de Twitter-handel, ja. Mm. Uh, nou ja, die is altijd interessant om te volgen. Die komt met genoeg statements, et cetera, naar buiten. Dat is best wel uh, leuk om te zien. En die heeft een, uh, een, uh, ja, een capital fund. En wat hebben ze daar nou gedaan? Ze hebben twee uh, pensioenfondsen uh, gevonden uit de staat Virginia. Het gaat om de Police Officers Retirement System en de Employees Retirement System. Ik denk dat dat dan de, de, ja, misschien wel de ambtenarenfonds is. Ik heb het even niet zo snel kunnen vinden. Ja. Tenminste, ik heb <laughs> niet de poging gedaan om het te vinden, om het eerlijk te zijn. Um, oh nee, ik zie dat inderdaad dat de Fairfax Government Employees zijn. En in totaal hebben die twee pensioenfondsen 40 miljoen dollar neergelegd. Nou ja, even om het op perspectief te zetten: de politiepensioenfund heeft totaal anderhalf, miljoen, anderhalf miljard dollar in beheer. En de, 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 de overheid, de Fairfax Government Employees, heeft zo'n beetje 4,5 miljard dollar. Uh, en daar hebben ze dus een klein wat, stukje. Wat zei Hidden nou ook alweer dat zij uh, bij APG? Uh... Ja, een paar honderd miljoen. Een miljard, hè? een paar honderd miljard. Ja, oké. Okay. Dus dit zijn echt vergeleken met waar we het toen over hadden, zijn dit echt kleine fondsen. Ja, 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 nee, maar, maar relatief klein, relatief maar... klein. Maar leuk om dat even in, 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 in te vergelijken met elkaar, denk ik. Maar ja. dit zijn dus ja, staatsfondsen. Hè? Ja, dus, je hebt ja. 50 staten in Amerika. Dus uh... ik weet ook niet hoe een stelsel is, of het nou verplicht is of, of vrijwillige bijdrage, personeel als een geen idee. Ik denk niet, niet vrijwillig, denk ik ja, inderdaad. Ja. Ook. Inderdaad, ja. Um, Um, maar goed, hè, dus dat is 40 miljoen... en het sta staat dat ze in bepaalde uh, to token-based projects... en met name in uh, vastgoed willen beleggen. To ja, het zal denk ik ook nog een soort token-based vastgoedprojecten zijn. Uh, want wat dan zouden de crypto-link zijn? En in bepaalde key cryptocurrencies... Uh, waaronder en met name bitcoin. Ja. En dat is natuurlijk best wel interessant... Hè, om de, gewoon een soort risicomanagement... en, en, en um, Roelof haalde het ook al aan in het begin... Uh, toen we voorpraatten... Uh, die ene procent die je zou kunnen nemen... Vanuit, een soort, uh, ja, uh, vanuit je assets om dan in, in nieuwe technologie als in crypto te beleggen, ook als, uh, ja, gewoon als hedge. Ja, en, en zij gaan dat dus actief doen. En dat is wel een, uh, volgens mij, een first. Ik heb er nog niet eerder iets over gelezen dat echt pensioenen hier, hierin stappen. Nee, die pensioenfondsen, nee. En, daar zit natuurlijk, en dat is natuurlijk het nieuwsbrichtwaardig hieraan. Hier zit natuurlijk mega veel kapitaal in deze markt. Het ja. is natuurlijk insane hoeveel pensioengeld überhaupt in de financiële sector zit. Ja, dus als daar een 1% gaat, mm. ja dan zit iedereen natuurlijk alweer uh, die de, de, de huidige bitcoins, et cetera hebben, die zien natuurlijk alweer de dollar tegen de ogen. Ja. ja, ik denk dat het goed is om toe te voegen wat jij ook, ook, ook uh, zegt. Is dat ze um, niet zomaar random cryptocurrencies nee. uh, gaan kopen. Dus volgens mij is het vooral de bedoeling om te investeren in daadwerkelijke equity. Dus ja. aandelen van projecten die in de cryptocurrency business bezig zijn. Om een voorbeeld te geven: even voor duidelijkheid, het is niet duidelijk of dit bedrijf. Uh, in dit fonds zit, maar bijvoorbeeld een Coinbase. Dus dan investeer je in Coinbase. En nou ja, dat aandeel wordt meerwaarts zodra, zodra het goed gaat met, met cryptocurrencies. Overduidelijk, hè? omdat dat een primary business is. Maar je bent niet in tokens aan het investeren. Het is nee. daadwerkelijk nee. wel aandelen ja, je biedt in. Je hebt niet al die bedrijf. gekke tokens van CoinMarketCap... dat zeggen ze ook. Het moet, uh... En hij zegt dat is het overgrote deel. En dan hebben we nog een uh, klein stukje Bitcoin, omdat hij gewoon vindt vanuit zijn eigen ideologie. Eigenlijk is hij ervan overtuigd dat ja. nou, als je. Iets gaat investeren of een fonds uh, uh, maakt uh, rondom cryptocurrency en blockchain en dergelijke, dan moet daar een stukje Bitcoin in zitten. Nou, dan kan we op zich best in, uh, in vinden. Ik denk dat dat een faire um, aanname is. Dat zegt hij ook in een tweet. Uh, de, 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 hij zegt: um, "The fund, which is backed by the two public pensions, will have a small exposure to Bitcoin too. I believe that every fund, regardless of strategy or industry, should have direct Bitcoin exposure." Maar hij zegt dus wel duidelijk dat het dus echt een kleine fractie is. En vanuit deze fonds is het logisch. Hè? ze zitten natuurlijk aan lange termijn verplichtingen. Want ja, gewoon je hebt verplichtingen als iedereen met pensioen gaat. En zij zijn gewoon eigenlijk op zoek naar een stukje extra rendement. Omdat dat ook met de lage rente, et cetera, die er momenteel ja. is... Eh, moeilijk van de normale financiële markt te halen is. Die obligaties krijgen heel weinig procenten voor. Ja, het is dus gewoon heel moeilijk om die lange verplichting te doen. Daarom ook al die korting die we in Nederland op de markt zien onder andere. Dus dit is gewoon een methode om toch daaraan te kunnen voldoen en zolang het met kleine percentages gaat ja het is het proberen waard en misschien wordt dit ooit wel als bitcoin echt weer gewoon een succes gewoon financieel zou worden ja, dan is natuurlijk de, dit, dit, dit stukje kan enorme rendement hebben. Ik denk ja. niet dat als het echt een klein stukje betreft, dat dat dan genoeg is om het gat te vullen wat ze willen. Ja, kijk, als we het op kruipt, Dan kunnen ze waarschijnlijk gewoon 2% van maken of zo. Ja, we ja. in ja, ja. ieder geval dus zien dat ze voor open Er Dus een fonds van 100 miljard hebt en je stond er een, hè, 1% in bitcoin. Dus 1 miljard. Ja, dat is natuurlijk al best wel force. Dat is mm -hmm. voor mij uh, ook bijna 1% van de market cap van bitcoin. En we weten allemaal dat de market cap ook weer een beetje een raar instrument is. Dus er zit waarschijnlijk minder geld in. Hm. Ja, en uh, al gaat dat terug um, naar de FCF te rekenen naar 20.000, dat is ongeveer keer, keer 7 of zo, uh, iets, iets in die ja. richting keer 6. Mm -hmm. Ja, dan maak je van 1 miljard 6 miljard. Dan, dan, dan Ja, exact. Dat is behoorlijk voor die, die ja, de, returns, zijn Maar dat is Dan zal er wel een champagneflesje opengaan op die <laughs> pensioenadministratie. <laughs> ja, we hebben teruggrijpend op dat uh, eerdere nieuwsitem. Ik ben benieuwd hoe ze dit dan opslaan van Bitcoin met de uh, custody en dat soort dingen. Gaan ze dat zelf doen? Ik weet niet of dat vond ik, denk dat fund. maar ja. misschien dat ze daar een kussen-die service voor hebben. Ja, ik ben benieuwd. Ja, misschien is dat die samenwerking met coin. Ja, goed, we gaan nu speculeren. Ja. Maar ze hebben samen ook met Bekt hebben ze een samenwerking ja. gestaan, ja. en die hebben natuurlijk wel de middelen daarvoor. Is de bedoeling, maar dat is ja. een dat is wel een goede vraag. Nou, ja, wat natuurlijk, in dit soort gevallen, wel interessant is hè? die die uh, Anthony Pompliano waar jij het over hebt. Dat is natuurlijk wel een, een Bitcoin OG, zoals dat dan heet. Hè? Die mm -hmm. is vanaf het begin of vrij vroeg bij zeker. Dus dan kan je dus ook afvragen: ja, wie heeft er dan meer verstand van het opslaan van bitcoins? Is dat hij of de bank, of whatever, voor, voor custody service die net een jaar uh, opgericht is. Dat zijn uh, is hm. best wel interessant. Je zou kunnen zeggen dat dat fonds uh, met de kennis die hij heeft en de mensen die hij kent, dat ze dat misschien beter zelf kunnen doen. Ik heb je? jij gevonden of dit ook legally uitgeschreven staat. Want hè, hoe gaat dat dan? Want op een gegeven moment, je bezittingen moeten ook worden afgetekend op, door de accountants. Ja. Hoe gaan die dit doen? Hè? Want ja, het, ik doe een, een waardering van een gebouw is altijd al heel lastig. Hè? Hoe ga je dat doen? Nou, dat zijn een, een voorzieningen en al dat soort moeilijke constructies. Ja, nu komt er een stukje crypto, wat dus op een balans staat, en dat wat ook nog moet, straks moet worden omgezet naar geld voor de, lang, voor de uitbetaling van de pensioen. Ik, mm. Ja, dat is niet helemaal duidelijk, maar ik weet wel um, dat je net zoals. Je, weet ik, je voorraad eens in de zoveel tijd herwaardeert. En uh, een inventarisatie doet en kijkt wat er nog staat. Ja. En kijkt wat je af moet schrijven. Dat je volgens mij ook zo, bij ja. Bitcoin eens in de zoveel tijd moet gaan kijken. Net als uh, een paar, paar miljoen in, 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 in uh, als Nederlands bedrijf in dollars houdt. Dan moet je daar ook eens in de zoveel tijd gaan kijken. Hoeveel je bent verloren. Of hoeveel uh, uh, je hebt gewonnen uh, door de koerswisselingen. Ja, en dat denk ik dat dat hier ongeveer het, hetzelfde werkt. Nee, maar goed, ze ja. voorstellen ze naar een bepaalde walletadres wijzen van jou. Kijk, daar staat het. En dan moet je alleen een peer die blijven aankunnen: dat je er nog steeds bij kan. Dat, het niet, uh, ja, dat je niet uh, de private uh, key krijgt. Ja. Ja. <laughs> zou jij uh, een stukje van. stel dat jouw pensioen uh, uitvoeren, jouw pensioenfonds belt je, roelof van. Uh, we gaan, uh, gaan dit doen, stijde voor open. Zou, zou, jij, dat, zou jij een stukje van je pensioen willen. durven oh, ja, te ja, beleggen? Ja, ik ver in... weg. Tuurlijk wel. Ja, ik denk dat dat een reactie is die, van heel veel mensen. Althans, ik zou dat ook zeggen. Jij, ja, jij mij. bent. Ja, nou ja, alles, we hebben het over die pijlers gehad. Volgens ja. mij is de derde pijler wat je zelf bij elkaar gespaard ja. hebt. En daar heb ik een behoorlijke exposure aan uh, cryptocurrencies... volgens mij op dit moment. Oh. Dus uh, nee, ik denk dat dat wel even, even genoeg is. Nee, alle gekheid op de stok. Ik denk, um, ik denk het wel, maar ik zou sowieso, denk ik wel... en daar hebben we het natuurlijk met Hidde ook over gehad... Hè, je portfolio wat meer uh, structuur te geven... in plaats van dat je kan zeggen, ja, offensief of defensief... Ik zou denk ik bijvoorbeeld ook wel wat, wat meer in, in de techsector, in zijn algemeenheid, denk ik wat meer exposure hm. willen hebben dan bijvoorbeeld in een shell, uh, om, hm. om een voorbeeld te noemen. Dus hm. ik denk wel, ik, ik denk wel dat, daar, uh, dat ik daar best wat meer risico voor zou willen lopen, omdat ik best wel geloof dat er in de komende jaren. Ja, als uh, dus je even vooruit, 40 jaar vooruit kijkt, hè, dan, Ik denk niet dat, dat je kan voorstellen hoe de wereld er dan uitziet. En ik denk dat dat vooral komt door technologische ja, ontwikkelingen. Dan kom je dan in je vliegende Tesla aanzetten? Ja, Of we zijn allemaal dood omdat ja, we de, de wereld ja, naar de klote golven hebben. Ik trek je uit die laten we uitgaan van de vliegende Tesla, gaat goed inderdaad. Bijna? <laughs> um, uh, ja? Nee, ja, dus dat denk ik. Um, nou ja, interessant. Het is 40 miljoen, dus het is niks, maar die het is wel uh, wat uh, en meer dan nul. Dus wat dat betreft, mm -hmm. is het interessant om te zien. Het is ik. toch pionieren, en denk ik al, al die constructie omheen helder krijgen. En dan gaat dan Eigenlijk, heb je, weet je wat het is als de inderdaad. Nou ja, het maakt je zin trouwens. Uh, ja, nu weet, nu weet ik niet meer. Nee, nee ja, als, als hier op een gegeven moment een regelgever of een toezichthouder naar gaat kijken, weet je, en die, nou ja, die probeert hier wat dingetjes op. En op een gegeven moment is dat nou duidelijk dat het mag onder bepaalde voorwaarden. Ja, dan is dat misschien ook weer een uitnodiging voor andere partijen ja. om daarin te springen. En, um, ja, zeker wat Roelof zegt met die kussen, die laat ze dat eerst maar eens uitzoeken en bewijzen dat ze de, de, dit soort amounts kunnen handelen. En dan ja. wie dat dan doet, is nog niet helder. En als dat helemaal staat, het is gestresstest, het bestaat, dan kan het misschien iets grotere kapitaal erin. Ik denk dat ze nooit 100% gaan, natuurlijk. Maar stel dat ze die percent gaan doen, laat ze eerst dit maar eens bij. En dat hmm. is een mooi proeftuin. Ja, nee, ja ik, ben het, ik ben het met je eens. Ik, uh, ja, weet je, ik, ik ben een beetje. Beetje, probeer daar zelf een beetje van af te stappen. Van nu komen de pensioenfondsen. Uh, when Moon, weet je wel? Wanneer zouden de 100k? dat is alleen maar. Dat zie je met backed ook. Daar heb ik ook zoiets van. Joh, jongens, had nou gewoon gezegd: we gaan dit doen. Tof idee. En uh, we, ja, we, we, we announce het wel wanneer het klaar is. In plaats van nu al vier keer te verschuiven. Het is alleen maar gedoe. En daar, daar ga ik me dus niet meer druk om maken. Maar dit is inderdaad een, een leuk nieuwtje. En ik denk dat het hartstikke interessant is uh, voor veel pensioenfondsen. Um, ja, wat hebben we hier nog staan? Ik denk dat we dat maar even uh, laten voor wat het is. Uh, of jij moet daar. Uh, nee, nee, nee. Ja, het ging alweer over BitTorrent. Niet zo spannend. Die hebben een of andere kaart uitgebracht. Geen idee wat ze ermee moeten. En, uh, en einde, einde bericht. Punt. Okay, <laughs> ja, uh, een kaartspelletje. Ja, dit ja, nee, is wel een betaalkaart. Het is niet een, een set pokerkaart of zo. <laughs> <laughs> ja, je, je weet het niet. Met Justin Sun en zijn uh, ja, ja. uh, makkers. <laughs> Um, ja, de marktupdate, uh, wat zie ik hier staan, 3620 dollar, dus uh, gestegen ten opzichte uh, van vorige week met 200 dollar, want toen stonden we op 3413. Ja, ook eindebericht. Kijk, ik wel. heb helemaal gemist, maar uh, zal, ja, het zal. Ja, we gingen weer hm. iets, iets, iets omhoog op een gegeven moment okay, en yeah. um, daar staan we nu hm. enigszins stabiel ja, voor mm. wat het waard is, voordat we weer 200 omlaag gaan, dan weer 400 omhoog, dan hm. weer 230 omlaag, dat zien we allemaal wel weer. Hm. Um, ja, Wijnand, de oude SOK. Hoe, hoe staat die erbij? Ja, die heb ik wel bijgewerkt. En je ziet eigenlijk, uh, dus we hebben die 1000 euro nog steeds virtueel belegd in al die verschillende asset classes. Bitcoin. Coin market, coin market cap top 10. Uh, op het moment van inleggen. spaarrekeningetje, AX en goud. Nou, die goud gaat maar door, hè. Dus dan zitten we nu echt al gewoon op de ruim over de 10% rendement. Ja. ja, dat is echt niet slecht natuurlijk, mm -hmm. hè. Dus we doen dit nu natuurlijk nu, nou, een Maar half dat is 10% jaartje. rendement in 6 maanden, dat is best fors natuurlijk. Ja, maar zet het af tegen 0,1% of het is 0,01 of 0,03 op je spaarrekening. Ja. Mm -hmm. ja, dit is best wel insane. Best wel veel. De AX die is gewoon weer trouwen of trouw. Die is weer iets omhoog aan het krabbelen. Die heeft een beste klap gehad. Ja, die zie je toch ook wel weer richting, richting inleg gaan. Nog steeds wel verlies, 60 euro verlies, maar... Ja, dat is toezien. Ja, en, en eigenlijk uh, voor een voor de eerste keren zie je ook dus nu echt wel de top 10. Richting het uh, Bitcoin-bedrag uh, gaan. Hè? Waarom is die zo omhoog gegaan? Want ik zie vorige week 4,65, nu 5,50. Litecoin is volgens mij. Litecoin staat omhoog, omhoog high. Gegaan. Ja, en die trekt, uh, trekt, het redelijk, uh, trekt het redelijk. En volgens mij Ripple is iets omhoog gegaan. En Ethereum is weer iets omhoog gegaan. Hm. Ja, en, en de Bitcoin is, is relatief is klein ook, stukje. Ja, is natuurlijk ook omhoog gegaan. Ja, klopt. En dat is, uh, ja, die pak je dus daar dubbel. En, uh, maar goed, die staan allebei nog steeds ruim op uh, 40% verlies. Ja. Dat is prima rendement. In totaal, nu staan we op uh, min 800 nog wat uh, euro's. Ja, toch 130 euro minder verlies dan vorige week. Dus wat dat betreft uh, gaan we weer uh, de goede kant op. Ja, we zien het volgende, volgende week. <laughs> ja, hopen dat goud het een beetje blijft houden. Anders uh, kunnen we zomaar mm. eens de afgrond in, uh, in storten. Maar goed, nee, ja, we gaan het zien. Ja, ben nee, volgende week weer. Ja. Kijken we er weer naar. Um, ja, en dan gaan we het nu met, met Roelof hebben over uh, decentralisatie van de energiemarkt. Dat is misschien. Uh, een, een mooi breed thema. Een mooi ja. breed thema, inderdaad. Um, maar dat gaan we natuurlijk wel op een bepaalde manier indelen. Ik denk um, dat het goed is om eens te gaan kijken. Hè, ik weet eigenlijk ook niet zo heel veel van, als ik heel, heel eerlijk ben. Hoe zit die energiemarkt nou in elkaar in Nederland? En um, wat voor spelers heb je en wat is de rol van die, uh, van die spelers? Goeie vraag. Um, hoe ziet de energiemarkt eruit? Je hebt uh, in Nederland, om het even toch lokaal te houden. Uh, netbeheerders en uh, leveranciers. Uh, de netbeheerders zijn uh, allemaal eigendom van de overheid uit. Die willen op een gegeven moment de kabels en de, de gasleidingen in Nederlands bezit blijven. En een energieleverancier uh, hebben ze wat minder moeite mee. Uh, zoals bijvoorbeeld ook een, uh, een cent of een Bijvoorbeeld alle mails in buitenlandse handen zijn. Uh, dus je hebt de netbeheerder uh, is verantwoordelijk voor het onderhoud en aanleg van uh, kabels en infrastructuur eigenlijk. En de energieleverancier heeft het klantcontact en verkoopt dus uh, stroom en gas aan, ja. aan klanten. En hebben we dan een de... speler op infrastructuur eigenlijk net met sporen? Of zie, zie je dan is dat, ja. ook wel, is dat ook dan weer onderverdeeld? er Ik... zit een bepaalde hiërarchie in. Um, je hebt uh, in heel Nederland heb je eigenlijk drie netbeheerders: Steden, Nexus en Alliande. Uh, daar overheen heb je een andere bekende naam Tenet. Oh ja, ja. En die gaat ook het hoogspanningsnet. Oh, Oké. Okay. Ja, ja. ja, dus dat zijn die dus kabels van Heel, heel simpel, hoor. Ja. Onder andere. Die grote zie ook ja. ja. En die zijn allemaal dus in de handen van de overheid en meer specifiek van de gemeente. Gemeentes samen. Tennet um, is voor mij een overheidseigendom. Uh, uh, en de netbeheer is mij allemaal vanuit gemeentesnormen. Ja. ja, dus de opbrengsten van, van het transport van energie gaat eigenlijk naar de overheid. Gaat allemaal naar de overheid. Volledig ja. ook. Ja. Is die, zijn die 100% aandeelhouders? Uh, volgens mij wel. Oké. Okay. En, en hoeveel spelers hebben we dan echt nog gewoon die leveranciers van energie? Ja. Want uh, hoeveel, hoeveel hebben we het dan? Ik kende dat grotere, Eneco en, en de nu Essent. Ascent, ja, dat oh. zijn de bekende grote drie. Uh, en dan heb je een, uh, ja, een groot aantal kleinere spelers. Uh, denk aan uh, een current van de bron, uh, Nederlandse ja. Energie. Um, ja. Dus heb je hebt een hele hoop maatschappijen gewoon die er zo zijn. Ja. Um, ja, als jij zegt van goh, we gaan een energiemaatschappij opzetten, dan uh, moet je een aantal voorwaarden voldoen. Uh, dan meld je je aan en zeg je, nou, ik ben ook een energiemaatschappij. En dan, uh. Maar het is wel een redelijk concurrerende markt geloof ik, Tuurlijk, hè? ja, ja. Maar dat is echt bijna allemaal prijsgedreven. Uh, zeker. Het is ook een, ja, zeg energie, hoe vaak denk jij eraan? Uh, het werkt altijd. Uh, het is een, 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 een low-interest product eigenlijk. Ja. Uh, dus dan ga je let op kosten. Ja, wat, wat, ja, of of een ja. groene de de, de de fingerprint natuurlijk. Ja, ja. nou, wat natuurlijk wel, want da, 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 dat raken we eigenlijk al een beetje nu. Maar um, ja, ze verkopen stroom aan klanten, zijn die energieleveranciers. Maar ze mm. kopen natuurlijk ook stroom in. Um, mm -hmm. Dat kan je van een kolencentrale of een kerncentrale doen. Ik weet dat wat in plaatst ook uh, windmolenparken zal. en trouwens ook waarschijnlijk doen en nu ook natuurlijk. Mm -hmm. Misschien, dan hebben ze in dat geval de energieopwekking ook in eigen beheer. Dus hoe zit, hoe zit dat dan? Is dat nog een andere ja, groep spelers eigenlijk die je daar hebt in de markt? Um, ja, sommige spelers hebben inderdaad gewoon eigen opwek. Uh, maar ik, de, sommige spelers die dat niet hebben... die moeten ze gewoon op de markt moeten zetten in gaan kopen ja. ergens. Uh, of van iemand die alleen een windpark heeft bijvoorbeeld... en wil ik verkoop mijn stromen aan de markt en wie biedt. Ja. Uh, of vanuit het buitenland bijvoorbeeld. Dan heb je inderdaad gewoon een, ja, de energiemarkt. Maar moet ik dat dan denken? Ja, ik heb echt, echt geen idee hoe dat aan yeah. de achterkant eruit ziet. hoor. Maar is dat dan een soort beursplatform... waar er echt ja. actief getraded wordt op? op Oké, okay, ik, ik ja. heb nu zo'n bulk aan energie, die wil ik kwijt op de markt. Nou, bied maar. Uh, ja, dan heb je nog het verschil. Ik zit er zelf minder in, in die handelskant van yeah. de energie dan hoor. Maar je hebt een lange en een korte termijn markt. Dus uh, vergelijk het met, uh, weet ik veel, je, je kraken bijvoorbeeld voor jaren nu iets kopen, en dat is bij wijze van spreken dan de spotmarkt. Ik heb nu een issue, ik heb nu een overschot of een vraag, ik moet dat nu invullen. Uh, maar je hebt vooraf, ga je uh, maanden vooruit, ga je afspraken maken van, ik, ik verwacht dan met mijn windpark zoveel uur uh, aan stroom op te wekken, uh, en wie ga ik dat verkopen? Ja, en dan dat komt zijn, dan al een soort afspraken. over. Het zijn om. meer langlopende contracten. Ja, maar ook een lange termijn vooruit. En dan heb je ja. Ja, dat is het, uh, bijvoorbeeld drie maanden vooruit, en dan kijk je nog eens een keer één maand vooruit. Van, wat is er veranderd in mijn verwachte vraag en opwek? Uh, en komen er binnen. Dus ja. dan ga je weer kijken, nou, wat gaat die park opbrengen? Of, uh, uh, ik heb mijn klantenbestand eens dus even opnieuw uh, bekeken nog. Er zijn er uh, zoveel honderd zijn erbij gekomen. Ik moet mijn invulling aanpassen, van, ja. ik heb het ineens meer vraag. Maar als je dat nou bijvoorbeeld uit het buitenland koopt. Hè? Want ik, ik, nou, ik heb het hier toevallig laatst met Wijnand over gehad. En in een andere setting had de andere, andere oorzaak. Maar ja, stroom is natuurlijk... Het is niet als een, um, een aardappel of whatever of een, of een, of een stoel. Zeg maar, als ik 100 stoelen koop dan, en ik koop ze uit het buitenland... ja dan komt er een truck met 100 stoelen uit Duitsland, Nederland binnengereden... en die zet ik neer. Of aardappelen of graan of whatever. Dat kan ik meten en kan mm -hmm. enigszins zien waar het vandaan komt. Bij graan wordt dat trouwens al minder, by the way. En stroom is natuurlijk iets, ja, dat vloeit in elkaar over. Wijnand, die zei ook tegen mij, ja, of het nou groen of grijs is... ja, dat gaat allemaal dwars door, elkaar, de door ja. elkaar heen. En ja. dat is helemaal niet uit elkaar te houden wat nou wat is. Dus als ik nou als energieleverancier stroom uit het buitenland koop... koop ik dan... Ja, hoe zit dat? Is dat dan meer een certificaat... en wordt het hier in Nederland opgewekt... of wordt dat echt over de infrastructuur, die stroom, naar Nederland gestuurd? Mm -hmm. um, yes, um. Partijen nemen uh, stroom uit het net af. Ja. Bijvoorbeeld, je, uh, jij als huishouder neemt de ja, stroom ja. van het net af, er zit een ertussen en uh, andere partijen zetten stroom op het net. En ten alle tijden, elk moment, elke seconde moet dat in balans zijn ja. in een zekere mate. Ja, is er 100 op het net gezet, dan moet er 100 van het net afgehaald worden. Ja. Er zitten wat, wat verliesposten onderweg, zitten er nog tussenin, maar dat is een beetje een spelletje steeds. En uh, de klanten, uh, de huishoudens thuis, die zitten uh, bij een leverancier, ja. en die wordt verantwoordelijk voor eh, dit portfolio en klanten moeten wij in balans houden en daar zijn wij verantwoordelijk voor. Mm -hmm. Dan heb je een netbeheerder die voor het net lokaal verantwoordelijk is om die balans in stand te houden. Ten het op uh, nationale schaal. Dus als een energieleverancier uit het buitenland stroom inkoopt, dan ga je op Europese schaal dus kijken: van, uh, in zeg even, Noorwegen wordt zoveel tero's in stroom op het net gezet. En in Nederland wordt wij gezegd van nou, wij, wij gaan dat inkopen. Bij die leverancier haal je het weer af. En ja, het is maar... een rekenkundige uh, balans die je moet uh, rondtrekken, steeds. Maar is het dan dus zoals zij daar een overschot op het uh, Zweedse of Noor uh, Noor uh, mm -hmm. Noorse net hebben? Is het dan dat dat echt naar ons gestuurd wordt? Dat wordt uh, nou, op het net. Uh, het is uh, iets te simplistisch, een soort koperen plaat. Ja. Als, het, als het aan de ene kant erop gaat, aan de andere kant moet het eraf. Ja. Doet een beetje de waarheid met je kromma, maar ja, ja. dat is een beetje het idee. Maar dat gaat dus echt. Nou ja, fysiek kan je het niet noemen. Als ik in maar... Noorwegen zo op stroom stroomnet zet. En nergens in ik zeg even de wereld wordt het eraf gehaald. Ja. Dan klopt het. Nee, precies. Maar dus eigenlijk dat hele netwerk, mm -hmm. uh, er is eigenlijk geen Nederlands net. Het is onderdeel van het alles tak, is Mark, interconnected he? met elkaar. En dat is opgedeeld natuurlijk in verschillende mm -hmm. landen. Ja. Maar wij zijn daadwerkelijk in fysiek. Uh, de infrastructuur is fysiek connected met Noorwegen, hmm. Duitsland, noem het allemaal maar op. En ja. op die manier kunnen die overschotten. Ja. Uh, het is allemaal hiërarchisch ook. Dus je hebt bijvoorbeeld uh, een stad als Amsterdam, waar vorig jaar zo'n zo storing ook was. Ja. Als dat uitklapt, dan heb je een stuk uh, rondom Amsterdam, is ook uh, LAM. Uh, en heb je op uh, nationaal niveau heb je een hiërarchie natuurlijk weer. Uh, en zo gaat het steeds groter. Ja, want het is even gewoon belangrijk waarom dit zo benaderen. Hè? Ja. Want ook even straks over waar staat dan de data, et cetera, om dan de stad naar Boxing te maken. Maar dan, hmm. in dit dan, hè, dus ik neem groene stroom af. Maar ik weet, alle stroom, die komt volgens mij vanuit de kolenstralen hier in Amsterdam West. Ja, omdat jij in Amsterdam woont. Ik woon in Amsterdam hè, en, en ik, ik, heb, mm -hmm. ik, ik koop groen stroom in. Nou, allemaal prima. Maar ik krijg gewoon stroom uit die kolencentrale. Als dat... jij er zo naast stond, ja, dat is en... gewoon de fysiek korte weg voor, voor dat elektron. Ja. Dus eigenlijk draag ik bij met mijn euro aan een soort ja, groene stroom. Dat wordt opgewekt en op het net gezet. En daarom is het st st groene stroom. Maar ja. het is niet zo dat mijn lamp gedraaid wordt door die groene stroom die ik dan in mijn contractie staan. Dat begrijp ik dan goed. En maar jij koopt ook niet fysiek een, een elektron. Exact, in. exact. Nee. Ja, het maar is er water, zit dus waarschijnlijk ja. een een of andere Noor die toevallig in een dorpje in de buurt van een of andere waterkrachtcentrale woont. Mm. Die zit voor grijze stroom te betalen. En die krijgt jouw groene stroom. En zo is het als geheel in balans. Mm. Precies, en daarom okay. is die balans zo belangrijk. Ja. Juist. Ja. En, dus en, de boekhouding in feite moet gewoon blijven kloppen altijd, ja. op de seconde. En hoe zit het dan met al die, want de, dat heeft dus ook enorm veel data, het moet daarom omgaan, want al die netwerken los van elkaar, dan heb je al die noren en dan heb je exchanges mm -hmm. waar je dat in en uit kan kopen. Hoe gaat hoe, 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 dat dan? Heb je daar enig inzicht in? Waar, wie is daar in de lead of is daar helemaal geen lead? Uh, binnen of. Nederland ik, ben ik alleen bekend met dan de APX, dat is dan de, 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 de Nederlandse uh, beurs voor energie. Uh, en of dat op Europese schaal is, weet ik niet. Maar, maar eigenlijk ja. zijn zij dan de centrale partij die de data op bijvoorbeeld voor, voor het handel hebben. Maar dan... ja. Zij zijn in feite de, de exchange die vanuit de, de crypto kent, ja. zeg maar. Ja, dan voor maar, energie. Maar zij weten dan ook hoeveel de Amsterdamse kolencentrale bijdraagt ja. aan het netwerk. Ja. Dat, dat, ja. dat gaat allemaal via zo'n centrale beurs. Ja. Ja. ja, want uh, even. ook de een balans van Tenet uit. Hè. Dus Tenet ja. bijvoorbeeld signaleert van er komt te weinig aan. Uh, dan gaan ze een orde in de markt zetten. er moet iets gecorrigeerd gaan worden. Ja. Uh, of iemand moet afschakelen, of iemand moet iets bijleveren. Maar dat soort orders zetten ze dan in de markt om dat te mitigeren. Ook. Ja. En eigenlijk wat, wat er dan ja. gebeurt om dat visueel te maken, zeg maar, dan, dan in die kolencentrale waar we het net over hebben, da daar scheppen ze er nog een paar kolen bij. Ja. Om, om hard op dat te gaan moment aan de te, vraag he, te voldoen. Maar dan heb je dus vooral met, en dat is natuurlijk het, 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 het hele ding van de, van de energiemarkt en het lastige met groene stroom, is dat groene stroom is over het algemeen niet. Op afroep op te roepen. Ik bedoel, nee. ja, probeer s'nachts maar stroom te krijgen uit je zonnepaneel bijvoorbeeld te geven of wind mm -hmm. uit je windmolen als het wind stil is. En dat is met die oude centrales, of nou kernenergie is of kolencentrales. Ja, daar kan je dus gewoon op het moment dat je wil. Nou ja, dus, ik ga nu waarschijnlijk heel veel natuurkundige wetten zomaar voorbij, maar kan je kern splitsen en daar uh, energie van krijgen? Mm -hmm. Of je kan extra kolen op het vuur gooien en daar energie van krijgen? Ja, dat kan ook bijvoorbeeld een waterkrachtcentrale, Ja, daar stroomt gewoon water langs. En dan kan je niet opeens extra water bij pompen om mm -hmm. daar meer energie op te wekken. Nee, maar ook niet minder. En daarom heel veel ja. energie. Dan zetten ze het misschien wel uit. Dus ja, ja het pro probleem daarmee is natuurlijk dat dat veel meer fluctueert, zeg maar. En, nou ja, uh, het energienet is ja, er zitten enorme pieken en dalen in. Mm -hmm. zeg maar. Dus daarom uh, zeg je dus als er een enorme piek is en wij kunnen daar op dat moment niet aan voldoen, dan wordt er op de beurs onderspot daar energie bijgekocht door de ja. energieleveranciers. Ik kan Ik me ook voorstellen dat dat duurder is dan hmm. wat je normaal natuurlijk al... Ja, er zitten flinke verschillen tussen inderdaad. En als jij goed vooruit kan plannen en dat kan vol, uh, volhouden ook, zeg maar... Ja. dan zit je heel goedkoop vooraan. En als je onder spot moet, uh, moet inkopen, dan betaal je een factor uh, 50 of 100 soms meer. Wat gebeurt er? Werkt het ook de andere kant op? Zeg maar. Stel, uh, ik als Eneco of NUON of Ascent, hmm. whatever, voor over energiemaatschappij... of Satoshi Radio Energy, ja, I don't know hmm. wat er nog uh, staat te gebeuren... Wij zijn een supergroene, dus we hebben een berg uh, windparken en uh, de hele mikmakken, uh, enorme solar uh, cities hebben we gebouwd. Mm -hmm. En we hebben gewoon veel te veel stroom op een gegeven moment. Hè. Dat zou dus ook aan kunnen. Productie. Ja, ja. dat we te veel hebben. En die kan dan niet het net op, want dan verbreek je die balans die jij zegt. Uh, nou, Dan moet je dat aanbieden op die markt. Of so. ja, ik heb zelf al over. Ja, precies. En dan moet je het dus eigenlijk als het op dit moment niet in, bij onze eigen klanten nodig is, dan kan ik het dus aan mijn concurrenten verkopen mm -hmm. of aan. Uh, aan de rest van Europa of uh... ja, en, en worst case, als er geen vraag is, omdat er geen klanten zijn die die vragen ingevuld moeten hebben, dan moet je het afzetten. Maar wie, wie bepaalt en hoe zet ze dat dan nou? af? Want ik blijf even pompen. Dus ja, ik laat ja, het lekker ja. draaien en ik, ik mm -hmm. produceer veel zoveel. Het netwerk kan het niet eens aan. Mm -hmm. Is dan zo'n centrale partij als die APX, zo'n zo trading. Zo, of zo'n zo netwerkbeheerder? Wie, wie zet dan tegen mij? Of hoe doen ze dat? Hoe zetten ze dat dan uit? Het dan uh, afhankelijk van welk niveau je er zit. Op, uh, ik zeg even op uh, provincieschaal, ik zeg even die netbeheerder... of op landelijke schaal. Dan gaan zo'n zeggen van ja Hier gaat wat fout. Uh, of jij gaat uh, af. Of we zetten die markt of we zetten we uit en die wordt ingevuld. En ja. als die markt nog ingevuld wordt, ga je alsnog gewoon af ja dus toch oké okay. ja, als je niet aan de regels voldoet en je verstoort de balans dan heb je serieuze uh, problemen ja. <laughs> maar dit is dus wel interessant hè want dat gewoon uh, een tijdje terug maar Boris die zei dat bij ons in de, in de podcast hm. uh, dat je natuurlijk op die manier zei dus overproduceert en je kan het niet voor een normale uh, prijs kwijt in de markt zou je dus kunnen kijken kan ik met het mijnen van bitcoin op dit moment niet meer verdienen hm. uh, uh, levert die stroom die, die daarmee verbruikt wordt mij meer op in in bitcoins uh, dan als ik het zou verkopen op de dan markt. dat opwekken kost ook. Hè? Dus stel inderdaad dat je die, die energie niet eens kwijt kunt op het netwerk van de energie. Dan moet je uitzetten, begrijp ik. Of je zelfs geforceerd uitzetten. Maar in principe mm -hmm. zijn er momenten waar, waar niemand dat op wil kopen? Um, of is dat meer een theoretische hebt, situatie? Nee, dat gebeurt wel eens. Okay. Je hebt, uh, zeg in de zomer. Ja. Oh, je, ja, ja. Steeds meer mensen hebben zonnepleuven op dak staan. Ja. Ja, dus in de zomer is stroom veel goedkoper dan in de winter. Ja. Als ja, dus dus je dat, je dat je... soort balansen ga je steeds in proberen te vinden. Maar vullen. dan is het per definitie op dat moment beter om er Bitcoin mee te minen. Want anders ja, pomp je het gewoon de grond in. Je zit op een gegeven moment met je business case voor zo'n miner? We hebben ik ooit een keer aan gerekend. Ja. En we kwamen tot de conclusie op een gegeven moment dat die miners weer elk jaar, half jaar ongeveer vernieuwd. Ja. En uh, ja, als jij niet constant met de nieuwste miner mee zou doen, dan loop je op een gegeven moment gewoon keihard achter. Ja, maar als, ja, je, okay. al, maar als je anders het uit moet zetten. Dat is mijn, mijn mm -hmm. punt. Of het eigenlijk weg moet gooien... omdat je overproduceert. Mm -hmm. Ja, dan moet je dus... en een miner al hebben. Ja. Want uh, als je zo'n ding moet aanschaffen... voor, uh, ik zeg even, de paar dagen... maak daar weken van op jaarbasis... dat je dat op ja. moment hebt... Dan is niet dat ah, hard, Ja, dan? je gaat natuurlijk uit van die 100%, maar dat is helemaal niet 100%. Natuurlijk. Nee, ja, je ja, gaat niet, ja, 100 dan. niet 100%. Nou ja, het is niet dat de hele dag, de hele periode van zomer, natuurlijk die die minder die, aanstaat. Nee, het ]en. is voor bepaalde momenten dat jij dus ja. overproduceert en je het niet ja. op de markt hebt. Mm, en als overkopen. dat zo beperkt is, dan is natuurlijk die business case snel voorbij. Maar ja. ja, dan ben je heel erg bezig om het terug te krijgen. Die markt ja. ontstaat op een bepaald moment. Dus die overschotten zijn ja. er komen lage prijzen op de markt. Uh, er zijn uh, heel veel initiatieven die dat soort goedkope stroom op willen kopen. Ja. Die slaan het op in een accupack en die gaan het later weer gebruiken. Nee, ja, precies. Maar dat was dus ook mijn vraag. Hè. Komt het dus vaak voor dat je het eigenlijk gewoon weg moet gooien of uit moet zetten? Er uh, is gewoon een mooie officiële term voor: curtailment. Dan moet het park gewoon af. Ja. Okay. Dus dat ja, komt waarschijnlijk dat vaak het Maar, de term nee, maar hebben. Als, als jij zegt, er zijn eigenlijk altijd wel partijen die dat op willen kopen. Tuurlijk, ja. Tuurlijk tegen een lage prijs waarschijnlijk. Maar mm -hmm. dan in ieder geval hoef je park niet uit. Dat is meer. Ik ben benieuwd hoe vaak. Uh, dat dat voorkomt ten opzichte van het mm -hmm. uh, van het nog kunnen verkopen tegen tegen een korting natuurlijk mm -hmm. van, van de stroom die je wel opwekt. Nou ja, cool. Ja. Ik denk uh, dat is interessant. Dat is wel... Um... Maar is dat dat, is dit, he, spreken we hier nu ook dan over een smart grid, hè, wat je dan hoort. Dus mensen die bijdragen en, en, en uitgaan zonnepanelen en zonnepanelen en weet ik veel wat. Is dat, is dat is, is, heb ik dat goed of is dat... Smart grid betekent een hele hoop dingen voor heel veel verschillende mensen. Oh, ja, nou ja. Een soort blockchain, blockchain, <laughs> een soort, uh, blockchain eigenlijk. Nou ja, ik wil juist die stap ja. maken. Ja. naar nou, De blockchain maakt dat, dat. Is dat een mogelijkheid om het smart te maken? Ja, of wat jij denk te... ik ook... ook bedoeld zeg maar wat voor mij wat we net besproken hebben die situatie ho hoe lang bestaat of is dat dat is volgens mij de oude situatie of de ook de huidige nu, natuurlijk, ja. maar ook zoals die al jaren loopt. Ja, er is wat meer uh, intelligentie opgekomen natuurlijk, ja, ja, ja. Uh, maar heel veel uh, ja menswerk zit er gewoon nog gewoon in. Ja, uh, ja want wat dit is. Handelaren bijvoorbeeld, dat is gewoon menswerk nog. Je ja, klik die sportorders niet in. Maar dit is toch zeg maar de de manier waarop dit opgezet is met die hiërarchie erin, dat is toch niet anders als nou, ik weet niet, twintig? Ja, jaren. dat klopt. Dat is gewoon geëvolueerd zo. Maar dat is want, uh, wat, wat wij natuurlijk zeggen. Uh, er is hier, als ik dit zo hoor... zijn er enorm veel partijen... die eigenlijk continu met elkaar moeten praten. Ja, en tegenstel op lang hebben. Dat dat ook, ook nog is, ja, inderdaad. Ja, dat maakt het ook een marktwerking natuurlijk. Maar <laughs> dit, uh, mijn, mijn, mijn punt hier is sowieso... Voor, voor nieuwe technologieën volgens mij zoveel... Um, ja, er zit zoveel in. Als jij. Een Ik kan me voorstellen dat als jij met, met, met die netbeheerder en je bent energieleverancier en je hebt een overschot, of je hebt een tekort, en je moet weer daar met die persoon praten of met dat bedrijf praten, als je dat enigszins kan automatiseren, dan maak jij natuurlijk enorme stappen ten opzichte mm -hmm. van je concurrentie. Ik kan me voorstellen dat daar uh, op dit moment vol op ingezet wordt. Net als trouwens, in andere sectoren waar, waar er normaal veel handwerk mm -hmm. was. Want wat zijn nou? Wat zijn nou eigenlijk? De problemen van deze markt, zeg maar, dit systeem waar lopen? Waar lopen ja, waar lopen Verblijf, de spelers, uitdagingen? Ja, waar lopen de spelers tegenaan? Nou, je hebt uh, zeg dat, uh, de markt van nu ten opzichte van de markt van, uh, dan pak een beetje 10, 20 jaar terug. Ja. Uh, uh, 10, 20 jaar terug was het veel meer gecentraliseerd. Ja. je had gewoon grote centrales die je kon op en afschalen en je had met uh, de netbeheerders en de partijen van de centrales en afnemers gewoon te doen. Uh, nu zijn er veel meer mensen die bijvoorbeeld zelf opwekken. Ja, er zitten veel meer uh, actoren eigenlijk in spel die uh, eigen willen hebben. Het begint eigenlijk al meer decentraal te worden zonder überhaupt blockchain te gebruiken. Nou ja, dat mensen zelf gaan weken, dat is, uh, decentraliseert het systeem eigenlijk al. Ja. Um, om toch even een eco-quote erin te gooien, dat is altijd duurzaam, decentraal en samen. Ja. Dus op een gegeven moment dat systeem gaat gewoon versnipperen. Want hoe werkt dat? Hè? Als ik, uh, ik koop een paar zonnepanelen en ik gooi ze op mijn dak en ik laat de elektricien dat aansluiten, hoe gaat dat in zijn werk daarna? Um, dan moet je nog even bij de netbeheerder waar jij zit. Even melden van ja, ik heb zoveel panelen. Dit ja. is ongeveer mijn, uh, mijn vermogen wat ik uh, denk op te de wekken ook. En dan je off to the races. En dan lees je het. Ja, oké. En, ja, okay, maar en, en dan, dan kan ik me ten eerste voorstellen: ik ga stroom voor mezelf produceren, dus ik zal minder afnemen van het openbare net. Ja, maar ja. volgens mij kan je het ook terugsturen het net op als je zelf over hebt. Of, ja, uh, het klinkt zo mooi actief, sturen. Um, jij werkt op ja. en het verschil tussen wat jij verbruikt wordt, uh, vloeit terug het net op ja, eigenlijk, zeg maar. Ja, ja. Dat is niet een actieve handeling die je gelukkig nee, zelf hoeft nee. te doen. Um, maar ja, het verschil wat uh, langs de meter gaat, als dus jij verbruikt, dan gaat de meter de ene kant op, ja, ja. En bij een oude meter. En als je het terugleert, draait de meter de andere kant op, op bij een slim meter. Dan houdt hij op een aantal telwekers houdt hij dat zo bij. En ja, dat voedt uiteindelijk gewoon de balans voor jouw rekening ook. Ja, precies. Dus als ik meer uh, opwek dan dat ik verbruik, zou ik geld terug moeten krijgen? Uh, als jij meer opwekt dan je verbruikt, dan uh, wordt dat verrekend, zoals het zo mooi heet. En als dat uh, veel meer is, dan krijg je dat terug. Oké. Okay. Nou ja, dus dat, dat klinkt al uh, decentraal enigszins. Ja. Toch? Um, maar, dat, maar dat is ook het is weer een uitdaging voor de energieleverancier zelf, hoor ik jou zeggen. Ja, ja er zit veel meer, de, uh, ja, ruis klinkt een beetje onderbiedig, ja. maar... Uh, er komen veel meer actoren komen in het spel. Er zijn veel meer uh, mensen die ook dingen doen. Uh, die uh, ja, zelf dus energie opwekken. die jij niet meer als leverancier gaat verkopen. Uh, ja. Meer ga administratie mee neem ik aan. Je hebt opeens ja. een administratiestroom. die je helemaal niet herkende. want het ging maar één kant op. Mm -hmm. En nu. Nu komt het weer ja. terug, ja. ja en, en is die, is die markt daar eens. Want hè, ik, ik probeer die stap. Uh, naar, naar die blockchain op ja, ja, te maken. Hè, en dus mm -hmm. uiteindelijk. Hè, is, is, het, is dat dan echt is dat dan een de missende link eigenlijk in alles? Hè? Dus de evolutie die we hebben meegemaakt. En die, al die, hè, dat zeg je al van twintig jaar tot nu: komen de spelers bij en we zien het veranderen, mensen gaan bijdragen, zonnepanelen en mm. alles. En data gaat alle kanten op en data staat alle punten, mm. op alle plekken. Maar nog niet, niet geordend centraal. Op een, mooie, op een mooie manier. Maar wat, wat, wat gaat dan die blockchain-oplossing dan hier aan toevoegen? Dat, dat zoek ik nog eventjes. Ja, dat is de rol inderdaad het, van blockchain. En er zijn meerdere uh, use cases uh, van uh, blockchain in combinatie met energie. Uh, wat ik hoog over zo zie, je hebt natuurlijk uh, die decentralisatie van de technieken die je nu ziet met panelen en storage. En eigenlijk, uh -huh. uh, zie je dat je met uh, blockchain eigenlijk het kasboeksysteem ook kan decentraliseren? Daarmee is het niet meer uh, energie van iedereen, maar ook gewoon een systeem van iedereen uh, in potentie. Ja. Um, een energiemaatschappij die uh, stroom inkoopt en stroom doorverkoopt. Uh, is gewoon een klassieke uh, trusted third party die tussenin zit, die middelman. Ja. Uh, ja, rijp voor disruptie, natuurlijk, met zo'n blockchain. Ja, want, want als het dan ook, uh, een energieleverancier. Nou, het woord zegt het hij levert, levert energie. Dus op het moment dat wij onze eigen energie gaan opwekken, met z'n allen in, in Nederland, mm -hmm. om een voorbeeld te geven, de infra ligt er al. Nou, en die ligt ook niet meer, hè? zoals jij al zei, bij de energieleverancier. Dat is dus los van elkaar. Uh, ja, bij de ja. Ja. Uh, dus die netbeheerder daar, die zal er voorlopig nog wel zijn, maar dat, die infra die ligt daar. We gaan met z'n allen opwekken. Um, wat er dan nog mist inderdaad, dus is, is het daarvoor beloond worden zonder dat daar een derde partij uh, bij betrokken is. Toch? De meest geworden use case in mijn ogen van blockchain energie is peer-to-peer -peer trade van energie. Yeah. Ja. Dus een marketplace eigenlijk. Ja. Waarbij je, uh, zoals je vaak zegt, de, de kilo van jouw panelen of jouw dak aan je buurman of aan een, een andere persoon kan verkopen. Ja. Ja, dat is, daar is blockchain heel geschikt voor, voor die, die microtransacties in feite. Ja. En uh, in feite is dat dan ook gewoon de rekenkundige balans van wat is de energie in en uit geweest van al die, die partijen. Zo. En daar kun je blockchain prima voor inzetten. En, en, waarom, uh, en daarmee haal je dus een, een eco even heel mooi uh, ertussenuit. uit. Ja, dat is, dat is een goede vraag die ja. ik dan even straks wil stellen. En nou, okay. <laughs> ik denk dat je wel voelt. Maar, maar te, ik, ik, ik wek die stroom op voor Bart. En we hebben een blockchain oplossing En mm -hmm. ik wil het aan hem verkopen. Maar dan kan ik het hem goedkoper aan de marktprijs verkopen. Of wat is, waarom zou ik dat ja, willen? En moet... nou, op dit moment in Nederland hebben oh. we zoiets moois als de solderingsregeling. Ja. Uh, dat heeft er volgens op dat mensen uh, zonnepanelen willen hebben. Want ze worden beloond voor het terugleden van stroom. Wat uh, die solderingsregeling, krijg je een, een systeem waarbij je uh, dezelfde prijs. ...krijgt voor de stroom die je teruglevert als die je betaalt. wordt gewoon uh, per kilo die wordt verrekend. Daarmee heb je uh, in Nederland nu nog geen incentive om peer-to-peer uh, -peer eigenlijk te willen. Of om storage in huis te nemen, bijvoorbeeld uh, te profiteren van een, een dag-nachtpatroon uh, of zo. Als je kijkt naar uh, Australië, waar die extreme, uh, die prijzen wat meer, uh, verder uit elkaar liggen... Uh, ...daar zie je een start-up, uh, Power Ledger en ja. die is met peer-to-peer-trade gewoon echt lekker actief... Dat is ook zo'n initiatief, natuurlijk, die ook gewoon. Ja, dat was een ijsje ja. Maar die zijn daar echt al op de Australische markt mee aan de slag. Maar daar is gewoon serieus gewoon een spreads, zo mooi, tussen die prijzen. Als jij daar stroom inkoopt, dan betaal je 26 cent. Als je het terugleeft, krijg je er maar 4. Daar kun je alles tussenstop opgeënt en iedereen wordt er blij van. Ja, dus als mijn buurman 6 cent biedt, dan ben ik happy to sell, zeg maar. Ik kan zelf zeggen waarvoor je het aanbiedt maar daar daar kunnen ook gewoon mensen met een windmolenpark of mensen, maar bedrijven met een windmolenpark mm -hmm. of een of een of een uh, hoe noem je dat zo'n zonneboerderij uh, of hoe noem je dat zo'n weiland, zo'n zonneweiland, mm -hmm. kunnen zich daarop aansluiten en die leveren natuurlijk ja uh, alles eigenlijk aan het net mm -hmm. en die zeggen ik wil daar dit voor voor hebben en dan kan jij dat, jij kan zeggen, ik wil dit en dan je betalen. er je prijs en, en is een match prijs, dan, en dan ja. kan het gematcht worden met een smart contract. En waarom ja. zou dit dan, even gewoon de advocaat van de duivel echt de, de meest standaard vraag, waarom zou dit dan niet op een, een centrale oplossing kunnen? Gewoon op één centrale database waar we zo'n mooi platform bouwen? Um, goeie vraag. Ik denk dat het huidige stem daar gewoon wat te, te traag voor is. Maar. Ja, wat ik ook denk, wat ik nu hoor... Dit kan bijvoorbeeld op Ethereum gebouwd worden. En dan zit er dus geen... Volgens mij is Powerledger ook Ethereum-based, toch? Ja, en kijk, wat ik bij Powerledger dan... En dat is het lastige hier, weet je. Dan heb ik zoiets van, ja, dan heb je Powerledger. Ja, weet je, Powerledger of Eneco of Nyon of Ascent, weet je. om uit IJzer, dat, dat is een, alsnog een bedrijf. Kijk, zoals jij, de, zoals uh, Roelof net de situatie schetst, betekent dus... Als je daar dus een smart contract hebt wat, wat werkt... dan mm -hmm. kan dat werken zonder derde partij. En dat zou de, een verschil zijn met een centrale database, want dat is nu in principe hoe de hoe deze partijen ook werken. Dus dat zou interessant zijn. Alleen wat je vaak ziet bij zo'n initiatief komt dan weer een derde partij, zoals bijvoorbeeld Power Legend in dit geval. En ik zag toevallig, ik heb het even erbij gezocht, uh, in Nederland. Ik zag het op de tv's. Uh, op zich wel reclame is zo schreeuwerig dat hij op zich wel grappig is. Powerpeers heet dat. Oh. Mm -hmm. um, geen advertentie, trouwens, uh, voor de duidelijkheid. Maar dat de Demir aan denken, want dat, wat ze zegt, energie voor elkaar, en dat is inderdaad peer-to-peer, -peer, uh, zeggen ze. Nou, dat kan dus in principe natuurlijk niet, want stroom is stroom. Ik kan jou ook niet water peer-to-peer -peer van Amsterdam naar Rotterdam uh, verzenden. Maar dat is wel, daar kan je dus zeggen: ik wil bij een aantal partijen inkopen. En, mm -hmm. Nou, dat is een beetje, maar dat is dus wel gecentraliseerd. Daar zit Power Peers dan in dit geval tussen. Mm -hmm. Ja, maar dat is dus de administratie het allemaal rondgerekend. Hey, ja. Op een gegeven moment zo, uh, als die persoon opgewekt heeft, wil ik uh, die kilowatturen administratief uh, in kunnen ja. kopen. Maar wat dus wel en, kan met dat Power Ledger, ook, of dat Power Peers in dan dit geval. Hè, dat heeft trouwens volgens mij niet zoveel met blockchain te maken. Laten we Power Ledger als voorbeeld hebben. Mm -hmm. Dat zij hele administratieve romslom doen en onboarding van klanten en whatever. Mm -hmm. Maar omdat die backend op een blockchain systeem werkt, in mm -hmm. dit geval Ethereum. Als ze dan veel goedkoper kunnen zijn dan, dan de grote, wat meer uh, fossiele in die markt... dan kan het een voordeel bieden. Als zij hun administratieve werklof uh, ja, zit zeker zo een hier deze besparing in, hoor. Ja. Ja. ja, dat kan Je hebt, bossen, uh, vergelijkbaar met de, de supply chains van, uh, ik zeg even, de bekende ibm S bijvoorbeeld. Ja. Uh, nou, met energie is het natuurlijk niet veel anders. Je koopt ergens iets in en dat gaat door een supply chain, door de kabels, gaat naar een andere partij toe. Ja. Uh, en als jij met zoveel partijen samen zit... En dat moet settelen achteraf. Je hebt op een gegeven moment... Uh, wat is er geleverd, wat is er gedaan... en mm -hmm. aan het eind van het jaar kom je bij elkaar... Van jou, wat hebben wij gedaan afgelopen jaar? En dan komt daar een streep onder... en dan uh, maak je de balans op. Als je dat in een blockchain doet... waarbij alle partijen die daarin zitten... dezelfde uh, single source of truth kunnen bekijken... van uh, wat, wat hebben we gedaan... Ja. Uh, zijn de schattingen doorgaans... dat je tussen 50 en 80 procent... op je administratiekosten kan sparen... Ja, dat zit dus echt in die back-office eigenlijk, ja, zeg. Ja. die settlements settlement. en al die, al die aparte systemen en die mainframes en al ja. die reconciliaties die nodig zijn om dit natuurlijk day-to-day mogelijk -day ja. te maken. Ja. ja, ik zit dan nog even, als het dan over Powerledger hebt, of nou, mm -hmm. noem het Powerledger, noem het een mm -hmm. andere, andere initiatief, dat maakt ook niet zoveel uit, maar wat ga je nou op die blockchain... Zetten. Zeg maar als ik, uh, laten we zeggen dat, nou even heel, heel kort door de bocht. Wij zitten daar met z'n drieën op, wij wekken allemaal wat op. Mm -hmm. uh, behalve ik, ik wek niks op, ik verbruik alleen. Wijhand, die uh, heeft soms wat over van zijn zonnepanelen. En jij hebt een heel windpark staan mm -hmm. uh, vanuit je bedrijf. Zeg maar wat, wat, welke informatie zou je dan op zo'n delen op zo'n blockchain? Zijn het alleen de, de, de payments, zeg maar, die van links naar rechts gaan? Of wil je eigenlijk dat die payments nog steeds gewoon in geld worden voldaan, los van het systeem? oh zijn het energiehoeveelheden mm -hmm. die als soort van token heen en weer gaan? Of wat? Ja. Er wordt op dit moment alles in verkend, nu. Uh, enerzijds, je zou, er zijn concepten die Ik zet elk kilowattuur zeker erop. Ja. Dan heb je dus gewoon een hele berg aan data die gewoon elke seconde erbij komt als je een keer een goede wasmachine aan hebt staan. Ja. Uh, en er zijn bedrijven die zeggen: joh, Ik zet alleen uh, een tel, uh, sorry, de, de tellerstand erop. Dus per uur of per kwartier zet ik gewoon hoeveel het zeker op, Wat is afgelopen kwartier dan geweest? Ja. En ik tik dat een keer af. Um, en er zijn bedrijven die zeggen... ik zet daar uh, bepaalde pointers op zo'n blockchain... en ik verwijs naar een externe source met, met, uh, met data, een oracle. Uh, ja, wat het uiteindelijk gaat worden, dat wordt nu verkend. Ja. Het heeft allemaal uh, plus en minnen. Nou ja, wat, wat, uh, 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 zoals je het nu zegt... wat ik daar wel een, een mogelijke min zie... als jij dus een decentraal systeem hebt zonder, zonder derde partij. Um, nou ja, je, je gaat dus... Uh, wat je opwekt en wat je verbruikt, dat moet dus op de blockchain komen. En mm -hmm. uh, sommige van, van die ideeën... Stel nou, ik met mijn zonnepaneeltjes, zet ik dat netjes allemaal erop... wat er op de blockchain komt. Maar degene die het afneemt, die heeft een wietplantage... en die trekt het gewoon rechtstreeks ergens, uh, ergens uit een uh, lantaarnpaal of zo. Mm -hmm. Ja, wie, als er geen derde partij is, wie gaat dat soort problemen dan nog oplossen? Zeg maar? Dus malicious actors, zeg maar... Uh, mm -hmm. Eruit weren. Nou, ja, of zien, uh, zien we dat er niet allemaal dat dan daar juist zo'n vreemde. Nee, ja, daar gaat er. er nou, ja. zou op gegeven in een gegeven moment in het publieke leid, stel op een gegeven moment dat al die energiedata even voor iedereen inzichtelijk is, ja. of een andere uh, ACM of een overheid op een gegeven klopt die balans nog? Uh, en die zien op een gegeven moment dat daar uh, heel veel geproduceerd wordt, uh, een bepaald deel inderdaad verrekend en betaald wordt, en een, 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 een balans tussen of een, ja. een delta tussen die twee. Misschien maakt het juist wel het makkelijker. Nou ja, het is het. Is maar ik ben erom. nog niet op Gent op gespoord. Van daar zit hij. Nee, nee, logisch. <laughs> nou, je hebt natuurlijk hier, omdat het, uh, het is ja, het is, het is wel, uh, je ziet stroom niet, maar het, het leeft wel in de fysieke wereld en niet in de digitale mm. wereld. Ja, het zijn natuurlijk ook allemaal uh, bitjes en bytes, zijn natuurlijk ook stroomschokjes uh, aan en uit. Maar, ja, maar je hebt een koppeling met een fysieke wereld. Ja, dus die heb je hier, hier ook. Dus dan. Uh, ook weer, en dat ga je dus, dat zie je, daar kan je wel bepaalde uh, safeguards voor hebben, maar dan moet wel iemand of iets, een bedrijf, die, die dat. dat uh, ja. En nee, betrouwbare meters en sensoren ook nodig. En ja. Ja, zijn die al betrouwbaar? Of zijn deze. Nee, precies al die discussie dat, over die slimme meters. Natuurlijk. Precies, maar die, die, dat, dat, dat blijf je houden. Maar uh, stel nou dat je slimme meter 100% slim is, uh, mm -hmm. dan moet je alsnog iemand hebben. Uh, zeg maar als die detecteert: hé, hey, hier gaat wat fout. Ja, als er geen derde partij meer achter zit, wie gaat dan dat dispuut oplossen? Zeg maar? mm -hmm. Dat zijn wel, uh, wel interessant. Nee, maar ik uh, denk ook fasen, niet dat de, de, de soep zo heet gegeten gaat worden voor al die partijen. Voor nee. banken net zo. In principe, al die partijen als third-party kun je het dus uithalen, theoretisch. Maar waar ga je heen voor zo'n energiemarkt ook? Ik zie niet de gemiddelde consument een, een, een blockchain-node starten om energie te gaan uh, inkopen. Nee, dus, eigenlijk... dus je hebt een, een partij nodig moment... die of een, een soort kastje biedt of een, een dienst van ja we sluiten het voor je aan ja. geen omkijken naar en dan komt een bepaalde vier voor onderhoud komt erbij van als er een storing is dan lossen wij het voor je op Wij staan voor eigenlijk een soort van dat ding. nest thermostaat die oh, ja. een ingebouwde nood uh, of die een nood is op de, mm -hmm. op, de, op de op de chain maar voorzie jij dan wel in in het idee dat je zegt van hey, marketplace en registratie en al dat hè, dat mm -hmm. soort toepassingen... eigenlijk wat blockchain kan bieden of een uh, DLT zou kunnen bieden maar is het in jouw ogen dan een, een, een ...private solution. Hè? Dus is het inderdaad... ...we, we hebben met bepaald beperkt aantal spelers... ...gaan we dit aanbieden. Eigenlijk kom ik dan terug mee op je vraag... Mm -hmm. van, ...heb je dan uiteindelijk nog een, een NECO nodig... Hè? Um, ...wat je zelf net, mm -hmm. uh, net uh, aangaf. Of, of, of is het wel die openbare oplossing... ...zoals Ethereum of dat soort netwerken zijn? Hoe waar, waar, denk je daarover? Dus eigenlijk is de vraag... ...zie je het meer een privé oplossing? Hè? Dus met de, met de mm -hmm. spelers die we nu kennen... ...of gaat het echt openbaar? Mm -hmm. um. De interessante vraag. Ik ben er niet over opgegend of het per se uh, public of private wordt. Ik denk op een gegeven moment dat mensen ook wel huiverig zijn om bepaalde data van energieverbruik uh, overigens best terecht, zo openbaar te hebben. Uh, dus dat pleit heel erg tegen een, een, een publieke openbare chain. Um, anderzijds, je kan ook heel veel data weer encrypten, afschermen, die dat soort dingen weer uh, ja, ja, afschermen. Die, ja, die privacy solutions natuurlijk die, die erop zou kunnen ja. plaatsen. Het is uh, wel interessant hoe. Hoe private is een blockchain waar 17 miljoen mensen, ik weet niet precies hoeveel huishoudens, maar in principe mm -hmm. alle huishoudens van Nederland op aangesloten moeten zijn. Ja, totdat ik jou een keer iets verkocht heb. En dan kom je weer op dat voorbeeld, dan weet ik jou nee, even jouw nee, digital mm -hmm. identity. Ik zie mm -hmm. wat jij doet. Ja, nee, ja, of dat, je thuis bent. Dat inderdaad, uh, of niet? maar als we mm -hmm. het normaal gesproken over die permission solutions hebben, dan is dat meestal de pensioenfondsen. Of de banken. Of een andere groep grote bedrijven, meestal mm -hmm. nou tussen de 5 en en 30 of zo, iets in die richting. Mm -hmm. En dit, je, tuurlijk kan je bepaalde lagen van privacy inbouwen op een permission chain. Maar hier moet je dus een permission chain schalen, zodat iedereen daar, zeg maar, de, de stakeholders zijn niet alleen Eneco, Nuon en, uh, en cent en, en de kolencentrale en de netbeheerder. Maar het zou kunnen, dan moet je dus een private network, net zoals een pensioen, voor ons op gaan zetten met de energiepartijen. Ja, precies. En dan heb je in de wereld van nu ja. maar dan in blockchain. Ja, wat ja. heb je dan eigenlijk gewonnen? Nou, precies, want voor mij die grote... Ja, ambetjes, met je alle oude spelers met houden, bedoel ja. je? Ja. ja, dat ook, maar en omdat je die administratie van al die huishoudens... Mm -hmm. naar de uh, leverancier nog steeds hebt. Mm -hmm. En dat wordt dan gereconcilieerd. En dan wordt dat totaal op een blockchain gezet, inderdaad. Maar als je dat echt he helemaal breder zou trekken... dus dat wij, jij en ik, uh, met een nood aangesloten staan op zo'n chain... ja, dan... dan dan moet, de, dan moet die, die blockchain-oplossing wel zo schaalbaar zijn ja, dat die 16 mm, miljoen ja, mensen daarop ja. kunnen. Mm -hmm. uh, als wij dus ook daarmee daar moeten gaan interacteren en direct onze meterstanden door gaan geven en direct mm -hmm. met elkaar willen gaan handelen. Mm -hmm. ja, het klinkt wel, wel, um, wel cool, maar dat, ja, dat, dat, dat is daar moeten nog gedaan. wel uh, ja. nog wat dingen, dingen gebeuren, denk ik. Maar als ik jou zo hoor zeggen, Rolf, dan zeg je eigenlijk van hè, dus het kan echt alleen maar disrupten. Uh, op een publieke manier, want dan zijn we ook bezig met misschien bepaalde schakels eruit aan het halen en niet de, de oude wereld in een nieuwe wereld te gieten. Dat is eigenlijk wat je. Ik denk dat de bestaande bedrijven zoals we ze nu kennen, zoals de NECO nu ook, uh, zoals het nu is, zal het straks op zo'n peer-to-peer markt niet zijn. Uh, wij schuiven dan geen kilowattuurtjes meer door, we maken hoogstens nog het delta tussen wat uh, wij spreken, mensen. ...niet zelf opwekken, maken wij goed... ...omdat wij het inkopen van het buitenland bijvoorbeeld. Ja, je wordt gewoon een hele grote verkoperspeler eigenlijk... ...op die, ja, op dat, op die marketplace. Een -back, zeg maar. Ja. Hè, dat, dat, hier kun je op terugvallen. Anderzijds denk ik op een gegeven moment dat er... Uh, ...voor zo'n toegang tot zo'n marktplaats nog een, een rol ligt... Nog ...van, goh, hier heb je onze toon als een interface gewoon. Uh, dat is interessant. Want je gaat niet zelf lopen klussen op een Raspberry Pi... ...en je meet de kast lopen solderen. Dat, <laughs> um, dat raad ik iedereen heel erg af. Ook even een disclaimer. <laughs> Rubbere handschoentjes aan. <laughs> ja. Uh, en ik denk dat er uh, toegevoegde waarde zit en allerlei diensten op zo'n peer-to-peer marktplaats. Oh, de Service, eerste keer dat ja. je dat ding aan de muur hebt hangen of op je telefoon hebt, dan is het super tof om even twee kilo het uur aan, aan een bord over te maken. Ja. Uh, maar dat doe je misschien nog een tweede keer en heb je 10 cent verdiend. Nou, uh, dat zie je, ga je niet de hele dag doen. Dus dat moet je automatiseren. Daar moet je een bepaald algoritme voor hebben. Uh, maak daar een mooi appje omheen. En dan ga je concurrentie krijgen tussen energielancier. En wie maakt het beste appje voor jou? Ja, wie biedt dus de beste service? Ja. Ja, dus ja. het is niet meer price eigenlijk waar je concurreert, maar op service. Dat, ja. dat is eigenlijk het businessmodelwijziging. Mm -hmm. ja. Ja. Ja, ja, en dat is iets wat in mijn ogen al uh, in de energiewereld generiek. Ja, die, die, die zonnepanelen komen eraan, die, die duurzame slag komt eraan. En al die utilities wereldwijd zeggen eigenlijk al van ja: uh, dat, dat commodity pushing dat gaat er gewoon uit. We gaan geen kiloturen meer mee doen. We moeten naar services toe. Ja, dit is voor mij gewoon een, een logische brug om dat gewoon een keer te doen ook. Ja, ik zie het Apple, uh, Amazon, al die, die, die allemaal ja. service-based natuurlijk. Ja. ja, dat zijn allemaal platforms inderdaad. Ja. Mm -hmm. Alleen um, het, het verschil is dat, dat de energieleveranciers het platform niet meer in bezit hebben. Dat heeft de staat. Namelijk, zolang jij zeg maar. De infrastructuur. Uh, ja. ja, zolang jij de infra hebt, ja, weet je, maakt het jou natuurlijk geen reet uit wie er van links naar rechts dingen stuurt. Mm -hmm. Jij roomt dat gewoon af en je pakt je fee. Dat is wat Airbnb, dat is wat Amazon, dat is wat ze allemaal doen. Amazon die verkoopt geen boeken, dat zijn allemaal gewoon merchants die Amazon mm. een fee betalen. Mm. Dus dat, ik weet niet of dat uh, businessmodel, dat je dat één op één daarop kan kopiëren, maar ik denk inderdaad wel dat dat... dat uh, ja, er zit iets in. Ja. Er zit zeker wat in. Ja. Ik bedoel, het is niet voor niks dat juist dat soort bedrijven daar zo succesvol mm. mee zijn. Maar wat ik ook, ook zit te denken, ik, ik zie... Die decentralisatie wel gebeuren. Mm -hmm. ik bedoel, je ziet ook steeds meer elektrische auto's, natuurlijk. Daar zijn ook allemaal uh, de wildste ideeën over. van, nou ja, Als je hem niet gebruikt, dan kan die misschien weer stroom terugleveren aan het net. In piektijden. Mm -hmm. uh, en dan kan je s'nachts, uh, of weet ik veel, s ochtends wanneer het weer goedkoper is, kan ik hem opladen. Mm -hmm. nou, noem het maar op. En dat is natuurlijk ook hartstikke interessant. Want ja, in zo'n elektrische auto zit best wel een flinke accu. Volgens mij kan je mm -hmm. dan met een huishouden, als die volledig vol is, kan je er best een tijdje op vooruit. Ik de de kleinste elektrische auto moet dat zeker kunnen al, ja. Nee, ja, precies. Dus daar kan je, ja, nee, ik vind het altijd lastig, omdat ik nooit, uh, mijn energierekening zit gewoon inclusief in mijn, in mijn studentenhok. Mm. Dus dat, dat, uh, wat dat betreft heb <laughs> ik daar weinig om kijken naar. Um, maar dat is natuurlijk wel interessant. Je kan best, je, je, volgens mij je huis houden, in ieder geval een dagje op, op je Tesla laten draaien. Dacht oh, zeker. Ja, ja nou, precies. Um, dus dat, dat zijn interessante dingen. Theoretisch inderdaad. <laughs> Als je een beetje uitkijkt met het, uh, met het uh, wassen van je was en uh, de, de vaatwasser, noem het maar op. Of al je wifi-dreefapparaten uit ja, China. <laughs> Precies. <laughs> uh, maar, maar het punt wat ik wil maken, zeg maar, dat gaat denk ik sowieso komen. Ja. En um, misschien even de advocaat van de duivel zeg, maar wat zouden bijvoorbeeld centrale oplossingen zijn, hè? andere mm. oplossingen dan blockchain, die dat misschien ook wel kunnen faciliteren? En wat zijn daar de voordelen van ten opzichte van blockchain? Um, ik het voor op vooropgevend van een bestaand centraal systeem. Om dat gewoon uh, door te blijven itereren. Het is gewoon proven technology. Dat doet al twintig jaar hartstikke goed zijn best. Ja. Uh, iedereen die er werkt weet hoe het, hoe het ook functioneert. En als het fout gaat, dan uh, weten ze hoe ze het moeten resetten. Ja, dat... Maar uiteindelijk zou je denk Kijk, ik de toch. De energiemarkt die... is ook een hele behouden markt, hè? Nee, dat lijkt een beetje op de pensioensector, denk ik, of pensioenmarkt wat dat betreft. Ik bedoel ook op het aantal. Het ja, met verschil dat de stroommarkt natuurlijk een, een live ding is. Ja, dat is waar. Ja, uh, we hebben hier in Nederland een, een zogenaamde, uh, nou, ik zeg even uptime vanuit de IT-kant, maar ja. uh, een hele hoge betrouwbaarheid van het systeem. Dat ja. is uh, 99,39% uh, betrouwbaar. Dat gaat eigenlijk nooit uit. Nee. Als het uitgaat, gaat het heel kort uit. Dan is het, uh, nou, een paar minuten. Ja. ja. Nee, daar ben je heel voorzichtig. Van, ja, dat is een ronkende machine. Maar uiteindelijk wil je, um, heb je best wel wat administratief werk. Hè? Heel veel spelen al. Mm -hmm. En als mensen op een gegeven moment ook nog een eigen stroom uh, gaan opwekken... dan komt daar, wat wij al net ook al terecht zijn... nog meer administratief werk bij. Mm -hmm. En een blockchain zou daar interessant kunnen zijn. Zo'n decentraal netwerk waar iedereen zijn eigen input levert. En dat mm -hmm. een, um, ja, het is op één... Ja, het staat bij iedereen, maar daardoor ook een uh, soort van centraal natuurlijk. Je hebt allemaal dezelfde mm -hmm. waarheid. Ja. Ja, wat zouden nou andere manieren zijn om ook die administratieve rompslomp, uh, weet je, wordt daar veel gekeken naar AI of wordt er met robotics of wat zijn de dingen waar die energiemaatschappijen nou ook nog mee bezig zijn? Uh, we kijken naar al die technologieën, uh, machine learning, AI en dat soort dingen ja. ook. Um, maar daar wordt niet per se de administratie per se lichter van. Er blijft net zoveel data verstouwd moeten worden. Nee, precies. Maar als je een supercomputer hebt die ongeveer net zo snugger is als een mens, dan, mm -hmm. dan uh, Tuurlijk, ja. is het een stuk goedkoper en sneller waarschijnlijk dan ja. de huidige situatie. Ja. Ja. Nee, ik, ik, ik probeer een beetje mm -hmm. te zoeken van waar... Je, ik, ik geloof wel in een... Uh, ik zie wel voordelen in een blockchain oplossing, mm -hmm. maar ik zie ook wel voordelen in een, een gecentraliseerde oplossing op een bepaalde mm -hmm. manier. Dus ik probeer een beetje dat naast elkaar uh, nou, ik te Ik weet krijgen. niet, dus we hebben natuurlijk een Nederlandse... Uh, uh, ja. Space van even hmm. of elektrische hmm. nou, bedrijven, of noem je ze dat. Ja. Uh, Leveranciers. Leveranciers, ja. ja, Ik kwam even niet op het woord. Ik weet ook niet, is dat, is dat een hele gemoedelijke sfeer? Is dat ook een sector die eigenlijk uit zichzelf. Uh, zoek naar samenwerking onderling? Of is dat momenteel inderdaad, eigenlijk weer op die concurrentievraag, of is dat momenteel de drive? Of en wat je zegt, ja, we hebben nu mm. een markt, als is proven, dat werkt. Dus waarom is die niet er om te, te veranderen? Mm. Nou, je noemt zelf wel Power Ledger uit Australië dan. Hè, dus je wordt ook op een gegeven moment ingehaald door nieuwe spelers. Mm. Maar zie je nou ook dat de Nederlandse sector schouders, voor zover dat nog Nederlandse hand is, de schouders eronder zet. En, en zie je daar nou echt beweging? En is dat driven uit, uit persoonlijk en uit al die bedrijven van interesse van dat willen we? Of, mm -hmm. of, 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 of is dat, hoe gaat dat? Ja, dus de de, de netbeheerkant is wat, uh, niet zo concurrentiegevoelig. Die zijn uh, gewoon uh, mm -hmm. goed gereguleerd... en, en die ja, concurreren elkaar eigenlijk niet. Uh, de leveranciers natuurlijk wel. Ja. Ja, je kan van ene leverancier... een andere keer overstappen... en dan uh, ja, heeft die andere even wat minder. Dus ja. daar zit veel meer concurrentie op. Uh, die netbeheerders werken dat opzicht dus... makkelijker met elkaar samen dan leveranciers... Uh, maar er zijn natuurlijk allerlei uh, uh, ik zeg even verenigingen, zoals een Netbeheer Nederland of een, uh, een EDSN, uh, waar al die bedrijven bij elkaar komen, omdat ze natuurlijk allemaal aan hetzelfde uh, ja, energiesysteem zitten en daar belangen in hebben. En dan staat ook, uh, dat uh, kijken jullie ook gezamenlijk naar mm. nou, dit soort oplossingen? Of is ja, ja. het nog elke speler voor ja. zich? Um, blockchain wordt uh, in, binnen Nederland bij eigenlijk elk energiebedrijf gewoon wel bekeken. Dus ja, ja hier komt wat aan. En ook omdat ik zeggen van die, die solderingsregeling dat houdt voor peer-to-peer -peer de boot nog een beetje af. Dat uh, betekent niet dat niemand daar naar kijkt van... het gebeurt nu nog niet. Iedereen wil gewoon klaar zijn. Als dat straks ja. verandert, op wat voor vorm dan ook... kunnen we misschien dan gewoon gelijk starten. Ja, het is ook het, ik zit ook te, te en... denken... hoe zou zoiets nou kunnen werken? En eigenlijk ja, ik zat ik te denken van... Wat, wat is nou een werkend peer-to-peer -peer systeem? En ik kom direct op, op BitTorrent uit... of bit, niet per se BitTorrent, maar Torrents uh, mm -hmm. in het algemeen... Je, daar heb ik een bestand en dat zet ik on. Of in ieder geval dat deel ik met anderen. Ja. En anderen kunnen dat weer van mij delen. En hoe ja. meer mensen bestand hebben, hoe sneller dat gaat. Ja. Maar de bedrijven die daarop werken, is bijvoorbeeld een BitTorrent. En die bieden een client aan waarmee ik redelijk gemakkelijk um, ja. uh, zo'n. Torrent-file kan openen en dat dat allemaal technisch, daar hoef ik niet technisch voor onderlegd te zijn. Er zijn websites mm -hmm. die die torrents aanbieden, hè, waar je heel makkelijk kan mm -hmm. kijken: van nou, ja, deze torrent is nieuw, het lijkt me cool, is dus, uh, mm -hmm. zoveel, zoveel seeders. Dus er zijn, je hebt eigenlijk een protocol en nou, bedrijven bouwen daar nuttige informatie op, zodat ook de leek, in principe, mm -hmm. die, 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 die niet kan programmeren, daar gebruik van kan maken. En misschien is dat wel een vorm. Mm -hmm. hè, dus dat we nu. Een, een, een bepaald blockchain protocol, voor mij het Bitcoin protocol. En dan mm. kan dat Bitcoin zijn, het kan ook gewoon uh, gebruik maken van een aantal uh, onderdelen daarvan. En dat daar uiteindelijk een uh, Eneco of een Nuon, of in ieder geval al die spelers in de markt, daar een, een weg vinden om een interface erop te bouwen mm. die voor de klant te begrijpen is. En komen we dus weer op die servers en op die app. Ja, mm. precies, inderdaad. Wie kan ja, er makkelijk denken aan. Um... Wereldwijd heb je een consortium, Energy Web Foundation, EWF. Ja. Dat is uh, nu, ik geloof, een honderdtal uh, bedrijven wereldwijd. variërend van uh, steden en Eco bijvoorbeeld, maar ook Shell zit erin, uh, Japanse TEPCO zit erin. Uh, die als uh, grote brede missie neergezet hebben: gegeven, wij gaan een open source protocol bouwen voor toepassing in de energiecontext. Zo breed als het klinkt is het ook. Ja. Dus alles wat je met inzien kan verzinnen, peer-to-peer -peer trade, uh, certificates of origin, dus de, de garantie van oorsprong dingen, uh, het opladen of ontladen van je elektrische auto, alles gaan ze erin stoppen. Ja, dat, dat is ook wel mega interessant. Want um, zeker uh, die torrents zijn natuurlijk ook, die zijn eigenlijk zo decentraal als het maar kan, mm -hmm. maar er komt geen blockchain aan te pas. Ja, tot, tot een aantal maanden terug dan in ieder mm -hmm. geval, hè, even dat, dat BitTorrent gedeelte achterlatend Ja. Nee, ja, ja, ook bedoel je, dacht ik. Ja. Ja, ja, ja. ja, precies. Ja. Dus, maar dat is een heel decentraal systeem. Maar zonder proof of work of, of andere mm -hmm. uh, consensus-algoritmes. Toch? Nou ja, ja, het ligt eraan hoe je dat defineert. Het is natuurlijk een soort consensus waar je ook weet wat je downloadt: dat dat de juiste data is. Dat, nee, dat is nee precies. Maar die, die, die consensus bepalen wij misschien samen dan. Of in ieder geval, ik kijk of die die. Dat ja, zit in het protocol. Okay. Ja, maar dan ja. zouden wij spreken nog van iemand iets kunnen downloaden die nul uh, uh, votes gekregen heeft. Ja. ja, maar niet als die het verkeerde aanbiedt. Want dan. Ja. Nou dan, dan, nee, ja, precies. Ja, misschien is het ook niet belangrijk om daar consensus uh, te vinden. Omdat er eigenlijk geen downside mm -hmm. is als je wat verkeerd downloadt. Ik bedoel, ik heb daar geen. Ja, ik heb er even. Het is irritant als je een verkeerde film hebt met ingebakken Chinese mm -hmm. subtitles erin. Maar ja, weet je, ik slaap er voor de rest niet minder en ik verlies vooral geen geld. Dus mm -hmm. omdat er die, die monetaire dat risico mist, um, maar is er misschien ook niet, niet zoveel vertrouwen. Is er niet echt een vertrouwenskwestie? Nou, anyway, het punt is ja, het dat zelfs. Een... Met de energiewereld. Uh, er is doorgaans niet echt een, een groot wantrouwen tegen energiebedrijf. Dus een, nee. de noodzaak om wantrouwen weg te nemen. en vertrouwen te creëren met een blockchain. is heel laag. Ja. Met banken net zo. En wij zijn in Nederland op een eigenlijk best gezegen met een goed werkend banksysteem ja, er zijn natuurlijk wel mensen die dat er niet zijn vinden, maar over ja, natuurlijk, maar dan, die moet niet werken Werk altijd, ja, 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 ja. weet je, ja. nee, dat is waar. Maar als wij natuurlijk echt peer to peer gaan en dat soort dingen, dan mm -hmm. neemt het vertrouwen natuurlijk af, omdat mm -hmm. er geen centrale partij meer is, denk mm -hmm. ik. Um, maar ik zit dus te denken, de, 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 torrents werken ook decentraal en zonder mm. consensus. Dus het ligt een beetje, misschien moet dat, kan je dan bitcoin gebruiken voor de betalingen. Mm. Uh, en dat je daaronder gewoon peer-to-peer -peer die energie kan handelen. Ja, mm. Ik weet het niet, ik, ik, zie, ik, ik zie daar in ieder geval in het hele peer-to-peer mm. -peer gebeuren wel een enorme... Dat staat mij wel aan, mm. zeg maar, dat ik mijn eigen energie kan produceren en mm. aan anderen kan verkopen. En dat ik eigenlijk direct weer ook van anderen kan kopen mm. waar, waar ik, uh, ik een goed gevoel bij heb. Mm. Ja, dat, dat, daar zie ik wel. Maar ik weet, ik, ja, of dat dus met een blockchain moet of met een DLT-technologie, dat, ja, dat is ja, dus nog een twee van de, vraag. de uh, concepten in Nederland die nu ook uh, uitgewerkt worden. Eén is van uh, Tenet met uh, IBM, ja. uh, waarbij ze uh, een aantal Tesla's uh, op de, de markt kunnen aanbieden, ook voor onbalans. Ook. Ja. Uh, wat ze daarmee bereiken is dat zij in plaats van uh, met één Tesla heb je niks te bieden op de markt, dan ben je te klein met je vermogen. Zeg maar. En als ze dus een aantal Tesla's bij elkaar kunnen pakken, hebben ze ineens. Geaggregeerd een hele berg vermogen achterhand. Achter en dan mogen ze eens wel meedoen op die markt. Ja. En dan werkt blockchain wel. Want dan kun je dus zeker weten dat jij, uh, ik zeg even 100 van die Tesla's hebt staan, die aan een kabel liggen die je mag gebruiken. Ja. En een andere zit aan de garantie van oorsprong kant, dus de, de certificaat van hoe duurzaam stroom is. Uh, dat, uh, voorheen was dat altijd zo'n paper trail. Ja. Ik zal een beetje gek scheren. Er kocht altijd een pallet van die papieren uit Noorwegen in. Ja. Die ging zes keer onder een kopieerapparaat. Die ging twintig keer over de toonbank vervolgens. Dan gaat iets natuurlijk serieus mis. Ja. Dus Zo'n systeem wordt ook niet voor niks de, de grandest, uh, the greatest tax scheme of the world genoemd. En als je dat in de blockchain vat, kun je zeggen, er wordt hier stroom opgewekt, er wordt één certificaat mee gegenereerd en wordt maar één keer aantoonbaar toonbaar verkocht. Ja, een beetje hetzelfde als de cacao uit, uh, van een fair trade boer uit uh, mm -hmm. Venezuela. Eh, dat, ja. Dit is eigenlijk gewoon een, een supply uh, mm -hmm. chain probleem. Uh, ja, vooral ja, Dit is natuurlijk omdat het niet te vatten is, is het ook gevoelig voor eventueel. Eigenlijk wat je precies mm -hmm. wat je zegt. Ja. Het is makkelijk kopiëren en de gelegenheid is makkelijk en technisch nog eens heel eenvoudig. Uh, ja, plus dat... met die cacao-boon heb je eigenlijk gewoon die boon nog. En zo'n certificaat wordt gewoon op de markt verhandeld gewoon, Je gewoon een stuk papier. Ja. Ja. En dat is zogenaamd geld waard. Ja, nee, ik denk en inderdaad zeker je dat dat ook een. Uh... Ja, dat was natuurlijk de, 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 de laatste tijd ook... dat ze dat wel iets aan het realiseren... hoeveel van die certificaten op de markt zijn, begreep ik. Hè? Maar mm. dat is natuurlijk gigantisch. En uh... vanuit de markt wordt het volgens mij ook steeds meer... Hè, veel energieleveranciers bieden nu ook aan... Van dat mensen kunnen kiezen van... ik wil dat mijn groene stroom opgewekt is in Nederland... Mm. en niet in Noorwegen. Want ik wil dat wij in Nederland groener worden, dus mm. ik wil dat mijn stroom geleverd wordt uit mm. Nederland. En als er dan te weinig groene stroom is in Nederland, dan moeten er dus windmolens mm. of whatever gebouwd worden. Dus nou, als je dat onwilligbaar kan aantonen, ja, ja, nou dat is denk ik heel, heel ja, maar interessant. Maar ook met die certificaten over dat hele groene aspect dat niet is, maar dat is eigenlijk mm. wel wat we vaker over hebben. Maar dat, mm. dat is natuurlijk dat is nu, nu zo'n ondoorzichtig iets. Ja, dat ja, kun je mm. gewoon met technologie die er eigenlijk al is, mm. maar je nog even moet schaven Hoe passen we naartoe? Ja, dat is daar natuurlijk wel... Uh, mm. gewoon los van de peer-to-peer... -peer voor mij nog wel even wel weer... Uh, ja, nee, eens, zeker. Nog een ja. laaghangend fruit. Want ja, dat gaat waarschijnlijk mm. net zo makkelijk via... Dat mm. hele trade finance via faxen en, en, en mm. krabbels en... Nee, het kan in, inderdaad in ieder geval... Uh, efficiënter en sneller. Daar blijft je natuurlijk het probleem hebben... dat het waarschijnlijk een permission blockchain is... Hè, met alle, alle dingen die ja, ja. daarbij mm. komen. Mm. Maar ja. ik ben het helemaal met je eens dat... De huidige oplossing? Het is nu in ieder geval al helemaal niet terug te tracen. En misschien mm. is het dan in ieder geval... voor het bedrijf terug te tracen. En dat je nog steeds een CEO op zijn uh, blauwe ogen moet geloven. Mm. Ja, dat. Nou ja, we zijn in ieder geval weer een stap dichterbij. Dus ik denk dat dat uh, zeker terecht is. Ik uh, denk wel dat we er. Um, ja, we kunnen nogal doorgaan. Maar we moeten er ook een eind aan gaan breien, denk ik. Langzaamaan. Ik denk Heb jij nog een leuk afsluitje? Ja, we gaan daar gewoon overheen. Maar ik vroeg uh, een half uurtje geleden of zo. Wat is nou in jouw ogen een rol of een smart grid? En, en wel, welke elementen ja. maken dat dan? Ik denk dat dat nog steeds eigenlijk wel even wil weten. Ja, nee, ja, top. Um, wat ik zei op een gegeven moment, voor veel uh, verschillende mensen betekent dat heel verschillende dingen. Mm. En sommige mensen noemen het al smart als er een computer in hangt, even heel plat. <laughs> en, uh, andere mensen noemen het plus smart als het uh, volledig autonoom draait en geen enkel mens ingrijping nodig heeft. Uh, de waarheid ligt denk ik in het midden. En, en waar, waar ligt die waarheid voor jou? In, in het midden dus? Uh, meer naar rechts van het midden voor mij. Ja, dus meer richting de technologiekant. kant. <laughs> Jazeker. En ja. blockchain kan die stap nog groter richting dat autonoom ja. maken eigenlijk. Okay. Ja. Dus dat is wel een schakel die volgens jou nodig is om dat echt een smart grid te mogen noemen. Ja, ja. Oh, dat maar nog voor een smart grid is dus dat, dat die hele infra waar we het net over gehad hebben, die dus een bepaalde hoeveelheid stroom nodig heeft. Dat die dus, ja, hoe slimmer zo'n zo grid wordt, hoe beter die op de juiste plekken op de juiste mm -hmm. tijd de juiste hoeveelheid stroom uh, kan, kan brengen en zo efficiënt mogelijk Met en alle eigenlijk... spelers die het willen. En die ik kan verkopen, ik kan inkopen, ik kan alles wat wil. min mogelijk menselijk handelen daartussen. En voor mij ook het voor mij persoonlijk ook het decentrale Victoriaanse raaikin want ik ja, denk maar dat het is soort dauw inderdaad die moet die, die loodbelling zien verzorgen. Ja. en een stukje AI machine learning van ja wat, wat voor verdrag voorspellen wij vandaag voor, de, voor onze gebruikers ook. Ja. Ja. Ja, daarom is dat blockchain natuurlijk een stukje. Hè, met ja, natuurlijk nee, eens... AI en al dat soort dingen is nog mm. belangrijker misschien. Ja, ja, dat is ook zo'n containerbegrip natuurlijk. Ja, true, dat is nog lastiger. Laten we daar niet over dat nu die container open trekken. Nee, je hebt me net al gehoord. Als we over AI gaan beginnen, dan... Ik heb, <laughs> helemaal, uh, <laughs> heb ik het in, niet gezegd. Ik heb het helemaal... Beland in een zwart gat van, uh, van het einde der tijden. Um, nee, ja, ik denk dat dat ja, dan voor nu was. Ik ja net als voor de laatste tijd veel veel geleerd eigenlijk als ik er zo, zo over nadenk zo echt elke keer totaal nieuwe werelden en ja, want het zijn dingen markten die, die gaan. eigenlijk for granted neemt hè ja, dus die pensioen, je ja, je zeker. draagt het af en nu gaat het over en je ziet ja je zet je, je komt thuis gaat straks mijn mijn lampen nee, lamp automatisch aan dat, dat is ook makkelijk hij ja, had het van de, de zomer ik denk geen seconde aan stroom. dat dat ja, en dat is. is natuurlijk wel tot, dat zet je ja dat het, is dus ja. het gel, hetzelfde geld voor stromend water toch van de zomer toen was het zo warm toen zei op een gegeven moment die, die, nou oh, de, die de netbeheerder ja. van het water zeg maar die zei van joh let een beetje op want anders he, mm. hebben we niet genoeg waterdruk dat mm. is iets wat we gewoon niet kunnen begrijpen omdat het er mm. altijd is je hebt nog nooit gehad dat er een kraan open en dat er mm. geen water uitkomt of een stopcontact zonder stroom en dat is natuurlijk wel ja, interessant toch? om eens te kijken wat er mm. nou achter het stopcontact speelt is ja, dus, internet dus, um, net zo ja. Ja, dat weet ja, ik Het Ja, dat een gegeven ding. Ja. ja, we hebben geluk hier dat eigenlijk gewoon heel veel dingen gelukkig goed werken. Nee, ja, ja. precies. Daar hadden we het net over. Uh, er zullen vast dingen zijn die nog verbeterd kunnen worden. Maar over het algemeen. Ja, ik daag de luisteraars uit om vijf landen te noemen waar het uh, beter geregeld is. Ik denk, ik denk niet dat het je lukt. Oprecht niet. Wereldwijd niet. Um, dat is een leuke uitdaging. Uh, <laughs> nou, uh, Rudolf, ik wil jou in ieder geval uh, van, van harte bedanken. Uh, leuk dat je wilde komen. Um, Jullie ook bedankt. Ja, en wij vonden, het, vonden dat enorm interessant. Je kan uh, uh, Roelof volgen op Twitter, heb ik gezien. Ben je redelijk actief ook, volgens mij? Uh, dus dat is @rr_com. Uh, rr underscore com Klopt. Ja. ja, dat is de goeie. En uh, je kan ook op zijn website kijken: dat is roelofreineman.com. En daar zet je uh, ook ze nu en dan uh, wat langere mm -hmm. teksten op neer. Is ook de ja. moeite waard. Um, vind je de podcast nou leuk om te luisteren? Join dan on onze Telegram-groep en volg ons op Twitter. De links kun je, kun je vinden op www.satosyradio.nl. Um, zoals in het begin ook zei, je kan ons steunen via Patreon. Ook deze link staat op de website. En bij deze bedank ik natuurlijk onze top-patreon Robin weer. Thanks uh, voor het nog steeds steunen van de podcast. Dat wordt gewaardeerd. Um, heb jij Telegram trouwens? Ik heb Telegram. Ik uh, zie jou in de groep. Volgens mij wel. Maar ik gebruik het niet zoveel. Ik heb ooit via. Uh, wat was dat ooit? Zo'n kanaal. Krijg je allemaal van die, van die airdrops. kreeg Je wordt lid van die Telegram groep En ik ben helemaal knettergek van die ja, 100. Nee, 100. nee, notificaties. Maar, uh, we doen geen airdrops. Nee, maar oh. we doen wel, we we euh, wel nou wij de de goede informatie en goede content. Ja. Dat is onze airdrop. Dat hopen we in ieder geval. Nee, ik werd helemaal murkgebeukt die notification. Ik denk, uh, dit is niet zo heel handig. Nou, we zullen ja, we gaan ja, gaan we even, even, even kijken of je erbij zit. En dan, uh, dan laten we dat uh, weten. Hm. Wijnand, jij ook, uh, ook weer bedankt. Ja, jij bedankt. <laughs> ja, maar wat, uh, wat, uh, nog even een groep aan het einde. dat gaan we Even voor de camera ja, zo. <laughs> precies. En uh, jullie natuurlijk allemaal het meest bedankt voor het luisteren en uh, tot volgende week. Adios.